Hallo allemaal, wat leuk dat jullie er vanavond weer zijn. Ik ga werken met Srisa Sweeties en ik hoop dat jullie met me mee gaan doen vanavond. We gaan beginnen. Leuk dat jullie er zijn hoor. Ik heb hartstikke veel zin om met jullie aan de slag te gaan, maar ik ben natuurlijk ook niet alleen vanavond. Hallo allemaal. Ja, ik sta vanavond maar eens gewoon achter de desk, want ik dacht dat is misschien wel leuk om wat meer met jullie te communiceren en natuurlijk met Srisa te communiceren. Stel je vragen gewoon, ik heb mijn iPad bij me, dus ik kan ze in de gaten houden. Ik geef ze voor jou door aan Srisa en we gaan vanavond behoorlijk iets leuks doen hè Srisa. We gaan met Srisa Sweeties werken. Ja, daar heb ik echt heel erg veel zin in. Ik heb voor jullie alvast natuurlijk wat designtjes gemaakt. En dat gaan we vandaag doen. Ik ga gebruik maken van de eigenschappen van Srisa Sweeties. Nou, wat is dat dan? Het allerbelangrijkste, het is een collagel. En hij heeft geen plaklaag. Dus daardoor is het bijvoorbeeld onwijs geschikt om mee te sugaren. Daar ga ik ook mijn eerste design... daar ga ik niet mijn eerste design mee beginnen. Ik ga voor jullie eerst eventjes laten zien hoe je met dezelfde kleur op twee verschillende... substanties kan werken. De ene is dan mat op de ondergrond en daaroverheen komt dan glanzend. Dus daar ga ik mee beginnen. Nou, ik heb voor jullie hier alvast een tipje en ik heb expres het kleine tipje gebruikt omdat het vandaag eigenlijk gaat om echte salon nail art. Dit zijn de sweeties. Hij is al aardig gebruikt. Zwart en wit wordt echt onwijs veel gebruikt. Ik ga ook gewoon werken vanuit het potje. En ik ga jullie eerst laten zien dat je met Srisa Sweeties ook heel goed een nagel kan lakken. Werk je dan in één laag of in twee lagen? Ik werk eigenlijk altijd, ook al dekt iets in één laag, toch altijd nog met in twee lagen. Vind ik dat wel net even wat mooier. En als je op een nagel werkt, buff je hem dan eerst op? Op nagels, ik buff hem altijd wel eerst. En als ik bijvoorbeeld een power gel nagel heb, dan eindig ik met 150 of 180 grit. Dus dan hoeft hij niet speciaal gebufft te worden. Maar het tipje buff ik eigenlijk nooit. En dat gaat gewoon heel erg goed. Maak ik ook geen stof, dus dat scheelt. Je hebt hiervoor dan wel echt tenminste niet een speciaal penseel nodig, maar een apart penseel. Ja. Waarmee je dan lakt. Zodat de haren mooi plat zijn. En dan kun je daar gewoon heel mooi mee lakken. Heel dun ook. Ja, want je wil hem niet in één keer helemaal dekkend krijgen, hè? Want je wil natuurlijk volledige uitharding krijgen. Juist, inderdaad. Ik ben niet zo'n voorstander van dik lakken, dus ik smeer hem goed uit. En toch gewoon in twee laagjes. Dus deze gaat eerst onder de lamp. En dan ga ik eventjes naar een uitharding van, in ieder geval 30 seconden, voordat ik het volgende laagje ga aanbrengen. Oké, nou, ik zie al dat er behoorlijk wat mensen aan het meekijken zijn. Hallo allemaal, al 125 kijkers. We zijn net begonnen en het zijn inderdaad kleine nagels. Je kunt deze technieken van vanavond heel goed uitvoeren op wat kortere nagels en langere nagels, hè Srisa? Ja, dat klopt inderdaad. Je kunt dit printje kun je gewoon eigenlijk overal opzetten. Daarvoor is het ook zo leuk, want dan kun je het gelijk ook in de salon gaan doen. En ik heb al een vraag van Ina. Wat is dat dan voor penseel wat je hiervoor wil gebruiken? Ik heb de Premium Oval Brush. Dus een gel penseel. En het is het vormpje is een kattentongetje, dus rond. En daarmee kun je eigenlijk heel mooi langs de nagelriem lakken. Als je hem plat duwt, dan volgt hij eigenlijk de nagelriem gelijk. Ik heb een poosje een recht penseel geprobeerd, omdat ik het idee had dat die haren langer waren. Ja. Maar ik ben toch weer terug op deze vormpenseel. En Wendy Maria Achenaar vraagt, de sweeties kunnen ook op rubber base, toch? Ja, zeker weten. De sweeties is wel ietsje harder, is best wel een vrij harde gel. Hij heeft ook geen plaklaag en zo kun je dat herkennen. Dus ik zou wel zeker minimaal een rubber base, fibercoat of een building base eronder zetten. Ja, zou ik wel doen. Want als je alleen base en top hebt, dan zul je zien dat die misschien de nagel misschien een beetje flexibel blijft. En dan vind ik dit product wel iets te hard. Dus heb je kans dat de stukjes af gaan springen. Oké, goede tip. En Brenda Vidder vraagt, kun je de tweede laag meteen op de eerste laag lakken? En dat vraagt ze omdat hij geen plaklaag heeft.
Ja, inderdaad, dat kan gewoon hoor. Dat blijft gewoon zitten. Heel veel mensen zeggen altijd van ja, dat blijft dan toch niet zitten, die moet je dan toch opruwen. Maar nee, totaal niet. Je kunt er gewoon overheen. Ja, dus je kunt deze Syriza Sweeties gewoon als color gel gebruiken, full color. We hebben ze natuurlijk ontwikkeld speciaal om hele leuke nail art mee te maken. Met name toon op toon, op ton sur ton wordt dat dan genoemd. Maar je hebt echt heel veel verschillende voorbeelden voorbereid voor vanavond. We hebben behoorlijk wat in petto, geloof ik, hè, Syriza? Ja. Ik heb inderdaad al wat dingetjes voorbereid. En het is heel erg leuk, want er zijn een aantal eigenschappen natuurlijk aan de Sweeties. Maar het is ook natuurlijk leuk om dat in een printje te laten zien, want anders zou de avond heel snel voorbij zijn. Dus ik heb een aantal printjes waarmee je heel leuke sugar designs dan kan maken. Gewoon echt wel wat oppervlaktes die je dus ruw kunt maken of kan laten glitteren. Ja, en Benny Maria voegt nog eventjes toe. Oh, kijk, dat is leuk. Je hebt dus eigenlijk geen topcoat meer nodig als je met de Syriza Sweeties werkt full color. Want dat zit er eigenlijk al in natuurlijk. Ja, inderdaad. Dat was dus eigenlijk het volgende wat ik jullie wil laten zien. Want je ziet, zoals nu, is die uitgehard onder de lamp. En ik kan er eigenlijk gewoon overheen. De glans blijft zitten. Zou ik hem lakken op een nagel? Ja, ik zou absoluut een topgel aanbrengen. Omdat ik vind dat ik met mijn topgel nog wat kan egaliseren. Dus daar wordt het oppervlakte nog mooier mee. Maar het hoeft niet per se. Ik heb hem ook wel eens een paar keer gedragen dan zonder topcoat. Bleef prima zitten. Waar het heel handig voor is op die teennageltjes. Dus dat scheelt weer een laagje. Ja, dat is wel echt super snel dan, denk ik. Ja. Ik moet een beetje wennen hoor, dat ik hier zit en niet achter de knoppen. Maar Gil zit natuurlijk achter de schermen te regelen dat jullie alles kunnen zien. Gaan we nu al meteen door naar de volgende stap, Cherise? Ja hoor. Nou, het leuke hieraan is dat je dus twee structuren kunt gaan creëren. En daarom ga ik deze laag eerst mat maken. Ik gebruik daarvoor de Extreme Matte Top Gel. Schud hem goed voor gebruik. En ik ga dit nageltje aflakken. Zo, dus eigenlijk lak ik hem nu af omdat ik een mat wil hebben. Dus ik geef hem een matte top. Ja, en door hem een topgel te geven, ja, je ziet ook nu alweer, hij egaliseert toch altijd net iets mooier. Want de topgel is natuurlijk ook wel vrij lobbig, dus dan ja, kun je daar nog wat deukjes mee camoufleren eventueel. De Extreme Mat zou ik altijd wel iets langer uit laten harden, dus ik zelf in de salon pak daar 60 tot 90 seconden voor. Dus ik zeg dan tegen mijn klant nog een keertje eronder, nog een keer eronder. En in die tussentijd kun je je tafel alvast een beetje opruimen of je steentjes pakken of iets wat je van plan bent om te gaan doen. Dus geef hem nog een beetje extra uithoudingstijd. Ik zie dat Anja Ferret vraagt, kun je hem dan ook gewoon als kleur gebruiken in plaats van een zwarte gel polish? Ja, dat kan natuurlijk, hè, Cherise? Ja, dat kan inderdaad. Kun je gewoon doen. Maar wat ik net al zei, ja, top eroverheen is wel mooi. Maar het kan, je kan het gewoon doen. Ik zou het zeker eens een keertje uitproberen. Gewoon eventjes om te bewijzen voor jezelf dat dat kan. Heel leuk. Ja, we zitten intussen op 156 mensen die aan het meekijken zijn. Hartstikke leuk. Er waren ook ontzettend veel inzendingen naar aanleiding van de show van afgelopen week over shorties. Daar ga ik natuurlijk woensdag in de talkshow wat meer over vertellen. Dan maken we bekend wie de prijs heeft gewonnen. En vanavond, wat later vanavond, ga ik ook bekendmaken wie de prijs heeft gewonnen die tijdens Milena's challenge van 2 weken geleden werd gevraagd. En dan hadden we een hele bijzondere prijs, maar daar komen we zo direct op terug. Eerst even kijken nog wat Syriza allemaal aan het doen is. Even niks, want ik had een heel klein randje wat nog glansde. Dus daar heb ik nog even een beetje mat overheen gezet, want dat zou zonde zijn van het design. En natuurlijk met een bepaalde schittering van je licht dan, dat is wel leuk eigenlijk dat dat gebeurt. Eigenlijk had ik het moeten laten zien, hè, Pepijn. Want ja, dat gebeurt natuurlijk in de salon ook gewoon. Want omdat je lakt en dan blijf je eigenlijk alleen maar glans zien, totdat hij uit de lamp komt. En dan zie je precies waar je niet hebt gezeten met je mat. Dus het is wel heel belangrijk met een matte top, dat je dus heel goed kijkt of je echt ieder stukje gehad hebt. Dat komt altijd daarna pas. Hij is klaar. Ik heb ook nog een vraag van Elisabeth Nijland. Hoeveel verschillende kleuren Sweeties zijn er eigenlijk en kun je ze onderling ook mengen? Uit mijn hoofd zijn er 12 verschillende kleuren. En ja, natuurlijk kun je dat onderling met elkaar mengen. Er zit bijvoorbeeld een heel mooi blauw bij. En ja, ik vind het zelf mooi om er een beetje wit bij te doen, dat hij net wat zachter wordt. Ja, de mogelijkheden zijn gewoon oneindig qua mengen. Zeker dat wit gewoon gebruiken. Ja. Ja, Linda mengt ze ook heel veel. Die mengt de witte liner gel met de witte Syriza Sweeties, want dan wordt die wat dunner, dan kun je er wat meer mee tekenen. En dat doet ze ook met de zwarte liner gel en dan de zwarte Syriza Sweeties, licorice. Want dan kun je een beetje de dikte of de viscositeit beïnvloeden, zodat die precies past bij jou. Ik zag ook nog hier een vraag komen van Elvira. Elvira, jij hebt ook de matte top gel, maar wat je ook doet, hij blijft glanzen. Dat is wel heel erg vreemd. Is het de extreme matte top gel die je gebruikt? Of zou jij misschien weten, Syriza, wat daar een reden van zou kunnen zijn?
Ja, ik denk dat ik dat wel weet. Het zou kunnen zijn dat je flesje op is, dat kan. En vooral als je tussendoor niet goed genoeg schudt. Want die ingrediënten moeten echt goed met elkaar mengen om dan dat volledig mat te krijgen. Dus ik denk dat dat wel echt het geval is dan. Bij mij in ieder geval wel. Als hij niet meer helemaal glans, komt het omdat het het laatste beetje is. En dan hebben we ook nog de kokos, de coconut. Lijkt me heel erg mooi, zegt Wendy Maria. Het is niet helemaal wit, toch? Is die spierwit, de white coconut, Charisse, of is die net off-white? Nee, hij is echt spierwit. Ja, dat klopt wel. Het is wel zo dat als je topgel eroverheen aanbrengt, dan kan die vanuit de lamp iets van het wit aftrekken. Maar het is wel zo dat als daar eenmaal een paar uur overheen gaat, of soms een uurtje al, dan komt het wit eigenlijk weer omhoog. En dat heb je ook wel eens met een French manicure. Dus dat doet de topgel dan heel even met je kleur. En dan hebben we nog de vraag, komen er nog nieuwe kleuren uit? Nou, op dit moment zijn we daar nog niet mee bezig, maar het ligt eraan. Misschien heb je een leuk idee, Nathalie. Stuur me een pb'tje, een messengerberichtje en misschien kunnen we er iets mee doen. En Anja Ferret is heel benieuwd naar de mogelijkheden om Charisse Sweeties te gebruiken, want die gebruikt ze dus nu als één kleur, als kleurlaag. Dus ik denk dat we maar bij jou moeten gaan kijken, Charisse, voor design numero uno. Ja, daar gaan we. Ik heb er best wel wat voor jullie in petto. Ik zal eerst wat gaan maken en daarna laat ik zien wat ik thuis ook nog gemaakt heb. Voor de mensen die dat nog niet hebben gezien. Nou, ik heb hier de ondergrond en die is dan zwart, mat. Daar heb ik de sweeties voor gebruikt. En nu ga ik weer met diezelfde Charisse sweeties. Ik gebruik mijn rhinestone... Nail art brush, sorry. Ik dacht fineliner. Maar... En waarom gebruik ik die? Dat is ook heel belangrijk om dat te weten. Daarmee kan ik de sweeties heel goed oppakken. Op het moment dat ik een van de choice penselen pak, dan glijdt die daar een beetje van af. Omdat dat haar gewoon harder is en synthetisch. Oké, ik heb een beetje van de sweeties opgepakt. En die ga ik neerleggen over de nagel. Beetje een streepje. Ik gebruik best wel wat. Het risico hier is dat je iets te klein gaat werken. Waardoor je heel veel van dit soort stipjes moet gaan plaatsen. Dit is één. Ik maak heel even de camera's iets scherper, Charisse. Ja. Dit hoeft niet heel netjes. Nog een derde. Ik ga een beetje een soort croco-reptielachtig printje maken. In het zwart. Maakt ook niet uit. Fantasie, alles kan. En je wil juist dat contrast tussen dat glanzen en dat matte, hè? Juist, daar gaat het eigenlijk een beetje om. Zo, die worden steeds kleiner naarmate ik naar beneden ga. Zo, ik heb hier een rijtje staan. Dit ga ik eerst even uitharden. Mm-hmm. Dat doe je voor de zekerheid? Ja, ik doe dat voor de zekerheid. Want het kan nu heel goed, omdat het nog nat is, dat alles een beetje naar elkaar toe gaat vloeien. En als die twee elkaar net op een punt raken, dan heb ik één grote vlek. Dus af en toe even onder de lamp. En als dat gewoon een seconde of 3, 4, 5 is, is dat ook wel voldoende. Als je dit op een klant doet, dan doe je dat aan de ene kant. In de tussentijd ga je over naar die andere hand. En zo wisselt ze eigenlijk steeds van lamp. Dus dan hoef je niet te wachten, maar kun je gewoon door blijven gaan. Nou, Nathalie, maar ook Karin vindt het nu al leuk. Die zijn al helemaal enthousiast erover. Dus, en Elvira, jij zegt nee. Over jouw matte topgel die niet mat wordt, stuur mij gewoon als je wil een messengerberichtje. Dan kan ik kijken of ik je wat beter kan helpen. Want dan kunnen we wat meer echt communiceren met elkaar. Nu gaat het natuurlijk allemaal via de comments en zit een kleine vertraging in. Maar wat niet een vertraging heeft, is Charisse. En jij bent alweer bezig met de volgende stappen. Nou, normaal gesproken ben ik altijd wel eens op een soort slakke stand. Maar dit kan in principe vrij vlot. Zo, daar heb ik de middelste baan gemaakt, de grootste lijnen tussendoor. En je ziet al dat al gewoon een heel leuk effect geeft. Ja, zeker. Dus ga hem heel even onder de lamp zetten, voordat ik doorga. Ja, er wordt ook al gezegd, blijf mooi liggen zeg, loop niet snel uit. Nee. Nee, het is ietsjes, maar je moet niet te lang laten lopen, want hij is wel... hoe zit hij qua dikte? Zit hij meer richting gel polish of meer richting bijvoorbeeld liner gel? Nee, hij zit echt veel dichter bij gel polish, absoluut. Ja, maar ja, dan wel iets steviger net, maar het is absoluut geen liner gel. Daardoor kun je dit ook neerleggen en het gewoon een beetje sturen en meenemen, meeslepen. En dan gaat het zich vormen in iets wat je wil. Oké. Nou, je hebt dus nu die middenbaan gedaan en dan?
Ja, daaromheen ga ik wat kleinere vlakjes nog zetten. En het maakt niet zo heel veel uit als dat niet helemaal perfect is. Tussendoor, ik laat hem heel even een paar seconden steeds eronder. Kijk, nu is die al goed, want dan loopt hij net niet weg. Het hoeft niet netjes, gebruik gewoon je fantasie, zet gewoon wat neer. Ja, een beetje wild eigenlijk. Ja. Ja, ik heb altijd zoiets als iets een beetje op een dier moet lijken of op een huid. Dan zou ik dat niet te netjes gaan doen. Miranda Krijns vraagt tussendoor, waarom kan dit niet met gel polish? Omdat gel polish niet de eigenschap heeft die deze gel heeft. En dat is dat hij, zijn glans, is dat hij niet afgelakt hoeft te worden. Dus dit is een topcoat en lak in één. En dit design blijft straks op deze manier staan. Ik hoef hem niet af te lakken. Want die lak die zit er nu eigenlijk in principe al gelijk op. Dus zodra ik dit neer heb gezet, dan is het ook klaar. En dan kan de klant naar huis. En over 3-4 weken, als ik haar terugzie, dan ziet het er nog steeds op deze manier uit. Ja, zou het met gel polish kunnen doen, maar ja, dan krijg je wel een onwijs gedoe. Hij heeft natuurlijk eigenlijk al, de glans zit er al in. De top gel zit er al in. En de uitharding staat uiteindelijk, als je Syriza Sweeties gebruikt, zit ongeveer tussen de 60 seconden en de 90 seconden. Afhankelijk van hoe nieuw je lamp is. En dan zul je merken dat hij dus volledig geen plaklaag meer heeft. En een super hoog glans. Zonder dat je daar dan ook nog met een top gel bijvoorbeeld dat design moet gaan verzegelen. Dus het is eigenlijk echt een heel multifunctioneel product. Alles in één. Daarvoor is het ook zo lekker snel om ermee te werken. Je maakt gewoon wat je wil en dan kan de klant hup weg. En dan zegt ze ook al, is het nu klaar? Hoeft het niet gelakt te worden? Nee. Nee, dat hoeft niet. Zo, je ziet dat ik wat kleine stukjes heb aangebracht. Heel leuk. Je krijgt een beetje zo'n croco-achtige print. En ik moet zeggen, het is best wel heel lastig om dit zeg maar niet netjes te doen. Dus dat kan je valkuil zijn met een... Dat je het te perfect wil gaan doen. Ja, precies. Te netjes neer willen leggen. Daar heb ik een houtje van, dus. Vaak is dat dan wat een beetje misgaat. Ik heb hier nog een vraag. Kun je chroom over de Syriza Sweeties inpoetsen? Ja, zeker. Maar dan moet je hem na de hand toch weer aflakken. Ja, dan moet je hem wel verzegelen, hè? Want ja. Die chroom zit natuurlijk aan de bovenkant van het product. Juist, klopt. Ja, dan moet je hem weer aflakken, dus... Ja, het is wel het enige handige wat je dan hebt, is dat je echt een mooi patroon kan tekenen. Want dat kan natuurlijk met topgel niet zo heel makkelijk. Dus dat is wel een voordeel dan. Maar wel aflakken. En ik heb nog een vraag van Glam Nails bij Char. Maar die Sweeties, hè, als die dan weer in contact komen met UV, reageren ze daar dan op? Dus als je ze draagt, gebeurt er dan iets? Of blijft het gewoon een paar weken helemaal goed? Nee, dat blijft echt wel goed. En ja, ik geloof zelf niet zo over overcuring, noem je dat dan volgens mij. Ik heb daar echt nog nooit... Nog nooit problemen mee gehad. Je topgel zou dat ook niet doen, zeg maar. Die vangt ook gewoon licht op het moment dat hij al uitgehard is. Dus nee, ik kan geen kwaad, nee. En Henneke Lievering zegt, heb ik dit product niet, jammer. Ik denk dat je de designs die Syriza gaat laten zien vanavond wel kunt gebruiken. Dan zijn ze misschien, moet je ze op een iets andere manier maken. Maar de opbouw van een design blijft natuurlijk een beetje hetzelfde. Dus ik denk toch dat het leuk is als je meekijkt. En misschien zitten er nog handige tips en tricks voor jou ook bij. Net als voor de andere 186 kijkers. Wauw, gezellig. En Brenda zegt natuurlijk, Syriza is daar heel goed in. Netjes printjes neerleggen. Ja. Brenda is door mij wat netter geworden en ik ben door haar juist wat meer, probeer ik het los te laten. Dus wat dat betreft is het altijd een goede combi dat. Zou je zo'n design als dit op 1 of 2 nagels doen? En dan 1 nagel. Ja, en dan zou ik op die misschien nog een nageltje erbij, maar daar zou ik dan de helft doen, bijvoorbeeld. En wat steentjes in het midden leggen. Oh, leuk. Ja. Ik ben altijd heel gek op totaalplaatjes, zeg maar. Ik kan een printje heel leuk vinden, maar als het op de verkeerde manier op die nagel staat, dan denk ik van, nou, het is een beetje jammer van het printje. Ja, dat is natuurlijk absoluut waar. Sowieso combineren van printjes met gel polish kleur bijvoorbeeld, wordt ontzettend veel gedaan in de salon. Volgens mij heb jij ook nog wat, of ben je al zover? Ja. Ah, dat is echt heel leuk. Ja, dat is leuk toch? Ja. Ja, mooi dat het zo, dat het die glans versus dat mat. Ja, dat is heel erg leuk. Dat vind ik ook. Dat is ook hetgene waarvan je zoiets hebt van, het lijkt wel 3D, maar toch ook niet. Het zit er echt net een beetje tussenin. En ja, ik hou daar echt van toch heel relaxed printje. Wat niet gelijk in het oog springt, maar als je goed gaat kijken, dat je toch wel iets bijzonders ziet. En ja, dit kan echt alleen met Sweeties. Op deze manier zo makkelijk.
Ja, toevallig. Ik zie dat Priscilla, jij komt net kijken en jij vraagt, wat heb je nou precies gedaan, schat? Dus ik denk dat je misschien Priscilla Tremaine kent, wellicht. Maar in ieder geval, ze vraagt zich af wat je nou precies Priscilla, hebt gedaan tot nu ik toe. Ik ken wat Priscilla's. Nou, dat ga ik je uitleggen, Priscilla. Ik ga het gewoon nog een keertje doen, alleen dan net iets anders. Even kijken hoor. Daar neerleggen. Oké, ik heb nu natuurlijk een matte ondergrond gehad en daarop heb ik glanzend gemaakt. Maar ik ga jullie nu laten zien hoe je een leuke glanzende ondergrond neer kunt leggen. En hoe je daarna het design mat kan maken. Dat het ook echt mat blijft. Ik ga eerst een laagje Black is Black lakken. Dat kan ik ook met die sweeties doen, maar van de Black is Black leg ik gewoon één laagje neer. Want het is gewoon ondergrond, die zie je straks niet meer. Dus ik pak de Black is Black en ik breng één laagje aan over de nagel. Wendy Maria zegt, andersom lijkt me deze print ook leuk. Een matte print op een glanzende nagel. En dan zou je dat met alleen de Extreme Matte Top kunnen doen. Druppeltjes neerleggen. Nou nee, want dit wat zij bedoelt ga ik nu doen. Oh, oké. Ik was iets te snel, sorry. Zie je, zelfs Pepijn houdt het niet meer bij vandaag. Irina vraagt, kun je ook stempelen met de Charissa Sweeties? Nee, ik zou dat niet aanbevelen om daarmee te stempelen. De lak is daar echt wel iets te dun voor. Dus dan krijg je een beetje een waterig printje. En zou je je stempel bijvoorbeeld willen gebruiken als, als een beetje ja, een schetsje of zo, dan blijft er wel wat aanplakken. Maar het is niet de moeite waard om dit daarvoor aan te schaffen, vind ik. Dan zou ik gewoon echt de liner gel gebruiken. Die is daar geschikt voor. Ja, ik moet gewoon, daar zit Charissa, want misschien denk je, waarom kijkt die af en toe die kant op? Maar dan hang ik echt aan de lippen en dan denk ik, oh ja. Ja, dat is, blijft wel heel erg leuk. Nou, jullie zijn intussen met meer dan 200 mensen. Dat is ook heel erg leuk. Ontzettend leuk dat jullie altijd met zoveel enthousiasme kijken. Later in deze show ga ik natuurlijk bekendmaken wie de winnaars zijn van Milène. Maar eerst willen we dit design van Charissa nog zien, hè Charisse? Ja, het wordt een leuke. Ik heb een laagje Magic Shine gelakt. Oeh, hij is niet goed dicht. Ik heb een laagje Magic Shine gelakt over de Black is Black. En die gaat, moet ik even goed onder mijn lamp kijken, want het let heel nauw. Oh, ja hoor, sorry. Zag je wat ik deed? Ja, je haalde hem langs de lamp. Ik deed hem aan de achterkant. Ik wou hem er aan de achterkant. Wil je hem in de achterkant van de lamp steken? Oh. Ik denk, dat is nieuw. Oké, ik lak hem even opnieuw, anders is het zonde. Zo. De Magic Shine moet exact 10 seconden onder de lamp. Want ik wil chroom in gaan poetsen. Als ik hem nou te lang onder de lamp laat, dan heb je kans dat mijn chroom niet pakt. Of te kort, dat hij dan gaat glitteren. Dus hij moet echt precies die 10 seconden onder de lamp. Pling. Ja, dat is altijd best spannend. Dat is best spannend, inderdaad. Ik pak het chroom er even bij. Dit is de koper. En ik pak hier mijn pigment shaper. Ik heb al een klein beetje opgepakt. Ja. Het zat er nog aan van de net. Ik ga er een heel klein beetje bij doen. Daar heb je ook echt maar heel weinig van nodig. Magic Shine is zonder plaklagen en speciaal gemaakt om die pigmenten in te poetsen. Ja, inderdaad. Een beetje meer. Hij is een beetje statisch, dus er blijft heel veel poeder aan zitten. En op deze manier kan ik het chroom inpoetsen. En dan blijf ik ook niet over met vieze vingers. Of sponsjes waarin het chroom allemaal vast blijft zitten. Want dit kan ik echt gewoon 100% schoonmaken dadelijk. Ja, je kunt er heel veel druk ook mee zetten. Dat ja. Je hem echt helemaal. En je kunt er ook designs mee vormen, hè, met je chroom. Echt dat je bijvoorbeeld een smileliner mee maakt. Een goeie. Of abstracte vormen. Zo, goed inpoetsen. Cool. Een goeie. Oké, nou is die goed ingepoetst en ik ga hem even naast de tafel afborstelen voordat ik hem onder de lamp zet. Ik gebruik daarvoor een zachte borstel. Om eventjes het overtollige poeder eraf te halen. Wow. En dan zet ik hem nog even terug in de lamp en dan fixeert het chroom echt goed in de Magic Shine. Ja, nou, ik zie dat Anja Ferret ziet het al. Is dat een keychain voor de rubber base rond mijn nek? Ja, dat is het. Win the race with rubber base by Magnetic. Een mooie keychain. En natuurlijk een heel mooi rubberen bandje.
Want dit zijn de marketingmaterialen die we vanaf vandaag meezenden met de bestellingen in de webshop. Niet alleen wij doen dat, maar ook onze distributeurs. Als een lekker soort pre-cadeautje voordat de rubber bases uit gaan komen. En ik zie ook nog dat Will Smit zegt, ik wil het toch even zeggen, wat zijn de twee filmpjes supermooi van de nieuwe producten. Dank je wel, Will. We werken ook altijd heel erg hard om die zo mooi mogelijk te maken en om er een verhaallijn in te brengen. Even kijken. Ik ben helemaal fan van Neil Talk Live, Shiriza en Brenda, zegt Angelique. Zo blij dat ik eindelijk de knoop heb doorgehakt wat betreft nagelstyling. En zij zijn twee topdocenten, dat is zeker waar. En Theresa vraagt zich af, zijn er ook andere in plaats van Magic Shine topgels waar je ze in kunt poetsen, de pigmenten? Ja, volgens mij kun je in de Flex & Shine ook inpoetsen. En welke nog meer, Pepijn? Ik ken ze allemaal niet, ik kan ze allemaal niet onthouden. Nou, ik pak altijd dezelfde. Je kunt eigenlijk in alle topgels zonder plaklaag inpoetsen. Alleen de ene zijn wat flexibeler, de andere zijn wat harder. Als het harder is, dan heb je meer moeite om het mooi te verzegelen. Dus dat die... dat het loslaat, zeg maar, de laag die er weer overheen zet, om te zorgen dat het pigment niet loslaat. Mijn persoonlijke voorkeur is echt de Magic Shine. En wat ook handig is, als je een speciale gebruikt voor je pigmenten, het inpoetsen van je pigmenten, weet je ook zeker dat die pigmenten niet in je andere topgels kunnen komen. Dat is natuurlijk een added bonus, zeg maar. Maar goed, waar ben je nu, Cherise? Ja, je hebt helemaal gelijk. Ik zat net te denken, ik denk, ja, dat flesje weet ik altijd, dat daar mijn glitters in zitten, dus... ik heb nu de, nog een laagje Magic Shine aangebracht over het chroom. En hier overheen ga ik dus de Shiriza Sweeties mat maken. Oh, cool. Ik ben benieuwd. Oh, je hebt een pot acrylpoeder staan. Ja, ik heb clear acryl gepakt. Crystal clear. En dat ga ik namelijk straks over de Shiriza Sweeties heen sugaren, zeg maar. Ik denk dat je ook heel goed zwarte acryl daarvoor kunt gebruiken. Maar wat ik het nadeel van die zwarte acryl is dat het dan echt een bende wordt. Omdat dat zo hoge pigmentatie, dat ik dan zoiets heb van dat vind ik alleen maar lastig. Maar je zou dat ook kunnen gebruiken. Dan moet je wel zwart gebruiken als je ook zwarte sweeties gebruikt. Hè? Niet over wit bijvoorbeeld. Ja, en anders wordt het een beetje een wonderlijk effect. Ja, precies. Ik ga even iets. Zo. Het penseel wat je gebruikte trouwens voor het chroom, wordt gevraagd, wat was dat nou? Dat was de Pigment Shaper. Dat is een siliconen tool waarmee je heel mooi en makkelijk het chroom kunt inpoetsen. Cherise, laat hem nu even zien. Hier zien jullie de Pigment Shaper en Controller. Die hebben een oval en een angular. En daarmee kun je echt, het is eigenlijk een soort siliconen vingertop. Ja. Oké, ik pak weer wat van de Shiriza Sweeties en ik hou het nu gewoon op de helft van deze nagel, om het niet nog zo lang te laten duren als daarnet. Nou, de topgel zit erop en hier overheen ga ik werken. Ik ga weer een baantje aanbrengen. En goed onthouden, werk niet te klein. Anders heb je echt aan het einde heb je spijt dat je dat hebt gedaan, omdat je maar stippeltjes en stippeltjes en stippeltjes moet bij blijven zetten. En daar haal je natuurlijk ook een deel van de snelheid. Juist. Hou je erin door niet te minuscuul te werken. Ja, absoluut. Let wel goed op dat je je bolletjes, sweeties die je aanbrengt, dat je die niet onwijs dik maakt. Want dan, dat gaat een beetje ten koste van je uitharding. Het is natuurlijk heel hoog gepigmenteerd. Nathalie van den Heuvel zegt, als je geen acrylpoeder hebt, dan zijn er ook nog andere dingen die je kunt gebruiken om een mat effect te krijgen. Maar daar gaan we het zo direct over hebben, hè? Wat later. Ja. Nou, je kunt sowieso, als je echt voor een mat effect gaat, kun je ook reinforcing powder nemen. En die heb je ook in een spray. Dus dat is ook een optie. Oh, hier gingen de twee naar elkaar. Maar dat maakt niet uit. Ik maak hem gelijk in één keer af en dan zie je ook, dan gaan er van dat soort dingetjes gebeuren. En dat maakt niks uit. Nee, maar dat is wel een leuk wild patroon. Ja hoor. Met die kleintjes hier is het een beetje oppassen. Wat nu wel belangrijk is, is je nu niet tussendoor uithardt, hè? Nee. Je kunt tussendoor uitharden, maar dan moet je eerst het stapje halen wat ik hierna ga doen. Dus ik pak hier zelf gewoon eigenlijk nog een kolenpopje voor. Ik heb hier mijn acrylpoeder. Ik hang mijn design boven de acrylpoeder en daarna strooi ik de acrylpoeder eroverheen. En dan zie je ook dat het mat wordt. Goed blijven strooien totdat de acryl echt helemaal is verzadigd in de sweeties. Ja, ik moet je de tijd geven om te absorberen, geloof ik. Hè?
even erop laten liggen. Zo, en dit gaat in de lamp. Die sweeties worden hier ook steviger van, hoor. Ik weet niet of dat uitmaakt, maar het is wel leuk om te weten. Ja, en ze krijgen ook wat meer body, hè? Dus het wordt wat volumineuzer. Ja. Ja, zeker. Dat is eigenlijk met alles wat we er vandaag gaan instrooien en overheen gooien. Dat het wordt allemaal wat groter. Dat is ook belangrijk om te weten. Want stel je voor, ik had eerst een design dat ik dacht leuk met krulletjes laten zien. Maar dat is best wel moeilijk. Want je wil die krulletjes wil je juist heel fijntjes houden. En op het moment dat je daar dan in gaat sugaren, dan zijn je krulletjes niet meer zo mooi strak. Dus dat heeft niet mijn voorkeur om dan te doen. Behalve als je die krullen wat groter, wat robuuster laat. Dan is het leuk. Maar niet fijne krulletjes. Dat moet je niet doen. Nou, Stephanie Auburg zegt, ik zwaai even snel, want dan kijken we morgen terug. Nou, dan zwaaien wij ook eventjes naar jou natuurlijk, Stephanie. Ingeborg zegt, ik ben het bijna vergeten. Nou, hoe kun je dat nou vergeten? We zijn normaal gesproken, om de twee weken op maandag zijn wij live. En natuurlijk op woensdag zijn we met Nail Talk Live de show. Maar deze keer is het iets anders. Vandaag ben ik live met Sherisa, maar volgende week ga ik ook live met Sherisa. Want dan gaan we met Sherisa aan de demotafel zitten en dan gaan we het hebben over de nieuwe producten. En de week daarna, op maandagavond, ben ik ook live met Mirjam Zwart. Ik bedoel, het is voor een hele live week. Maar voordat we daar verder over gaan kijken, we eerst even wat het eindresultaat is bij jou, Sherisa. Of tenminste, welk stap je nu gaat doen. Nou, ik heb hier het eindresultaat, tenminste het eindresultaat. Ik zal er nog wat bij leggen, zodat jullie ook kunnen zien hoe dat dan werkt. Kijk, nou is het echt mat geworden. Nou heb ik mat op glanzend. Je ziet ook een beetje dat een soort reliefje erin. Ja, dat klopt inderdaad. Ja, het is echt, het is grof. Stel je voor dat ik nou nog niet helemaal klaar zou zijn. Het allerbelangrijkste is wel, voordat je in de lamp gaat, even sugaren en dan uit laten harden. Afborstelen met een zachte borstel en daarna kun je verder gaan. En ik zet er gewoon nog even een paar stipjes bij. Ik heb een vraag van Mariel. Hoe voorkom je bij chroom dat het aan de rand van de vrije top loslaat? Heb je daar een tip voor, Sherisa? Met chroom is het heel makkelijk. Gebruik gewoon topgel uit de pot. Hoe heet die ook alweer? UV-topgel. UV-topgel. En dan moet je de nagel goed sealen rondom en dan blijft die echt zitten. Allerbeste top daarvoor. Nou, dat is een hele goede tip, want daar hebben wel vaker mensen last van. En ook nog eigenlijk, als je acrylnagels zet, dan is het eigenlijk altijd een beetje zo. Dan kun je hem wel gebruiken, maar dan is het altijd nog wel een klein risicootje. Want ja, dat is gewoon keihard en als dan daar het pigmentje lekker op zit, ja, het kan wel eens loslaten. Dus, maar die top is echt de allerbeste. Eén keer even sugaren. Goed laten intrekken. En in de lamp. Zo, nou is die klaar. Dat afborstelen is wel heel belangrijk dat je dat met een zachte borstel doet eventjes in het begin. En, of eigenlijk tussendoor, want je hebt dan kans dat, dat de sweeties nog niet helemaal goed zijn uitgehard, omdat hij nog niet de volledige uitharding heeft gehad. Dus doe dat dan wel met een zachte borstel. Dan helemaal aan het eind, als je de volledige uithardtijd hebt gehad, dan zou je eventueel ook een harde borstel kunnen gebruiken. Maar gebruik dan niet dezelfde borstel waarmee je de nagels hebt geborsteld, want die zit vaak helemaal vol met stof en dat gaat dan in je print zitten. Dat kan je wel afwassen, maar het is een zootje. Dus niet doen. Dus zo'n zachte borstel gebruik ik altijd. En daar borstel ik hem tussendoor mee af. En dat is eigenlijk even genoeg voor tussendoor. Dus nu heb je mat op glanzend. Ik zal jullie de printjes laten zien die ik op deze manier gemaakt heb. Leuk. Hier is die helemaal vol. Ik heb hier het tipje zo gelaten zonder de topgel. Hier heb ik een mat gemaakt en dat is de volgende techniek die we doen, is sugaren. Dat ga ik jullie dadelijk laten zien. Dit is de Red Gold Glitter Spray trouwens. Die past dan onwijs leuk bij die koper chroom. En dan dat eerste demootje wat ik heb gedaan. En zo heb je echt een hele leuke set bij elkaar. Eigenlijk gebruik je steeds hetzelfde product, maar je werkt hem net iets anders af. Beetje stoer. Ja, en terwijl jij je voorbereidt, Sherisa, op de volgende, zie ik in de comments dat mensen zeggen, ja, natuurlijk heb je op vrijdag ook nog de Engelse Nail Talk Live, of de International Nail Talk Live. Aanstaande vrijdag gaat het in de International Nail Talk Live over abstracte designs. Dat komt later vanavond ook nog een keertje terug. Maar,
Natuurlijk zijn er mensen, hebben heel veel mensen hebben ingezonden naar aanleiding van de Live met Milène. Dat was ook echt een superleuke live. We hebben 3 winnaars, maar wat winnen die winnaars nou eigenlijk? Dat zijn de nieuwe Autumn Leaves Gel Polishes. De Autumn Leaves Collection. Laten we nog 1 keer kijken naar deze prachtige commercial. Ik zie dat er veel mensen thuis kippenvel krijgen. En ik moet zeggen, ik krijg ook altijd kippenvel als ik naar deze commercial kijk. Het was ook een plezier om te maken, maar we zijn natuurlijk alweer bezig met de volgende commercials. Deze 8 gel polishes zijn gewonnen door de 3 winnaars die Milène heeft uitgekozen naar aanleiding van haar live. En ik ga nu bekendmaken welke 3 winnaars de hele collectie krijgen. Dat zijn Sireta Bos, met een hele leuke panterprint. Wendy Achenar, nou je bent aan het kijken Wendy. En natuurlijk Dominique van Rijk. En jullie ontvangen alle 8 de gel polishes Autumn Leaves cadeau in de loop van volgende week. Want we gaan ze lanceren op 18 september. Dus van harte gefeliciteerd met jullie mooie collecties. Heel veel plezier ermee. En laat vooral zien wat je ermee maakt, hè, bij ons in de comments en op de Nail Talk Live pagina. Maar je krijgt ze nog niet deze week. Je krijgt ze in de loop van volgende week toegestuurd. Want we zijn nog druk bezig om te zorgen dat alles gevuld en klaar is. Nou, in ieder geval, van harte gefeliciteerd. Shiriza, wat is jouw volgende demo? Nou, ik ga. Mijn volgende demo is, zijn roosjes. Dus ik ga een beetje dezelfde techniek gebruiken. Ik ga 2 nageltjes maken. De eerste is een beetje vergelijkbaar met wat ik net heb gedaan. En daarna gaan we weer een andere manier gebruiken. Maar het is wel heel erg leuk om dit roosje te maken. Dus daarvoor, ik wou hem jullie niet onthouden. Dus kom maar meekijken. Ik heb hier, ik moet altijd even kijken, de strawberry jam. Het is echt een onwijs leuke felle peach kleur. Die ga ik lakken. Ook weer met mijn penseel. Dit penseel kun je schoonmaken, ook weer met een beetje base en top. En dan haal je de kleur er mooi uit. Nu zie je ook de vorm van het penseel trouwens wat beter. Ik zal hem hier even onderhouden, zie je? Die is echt rond. Ja, echt mooi ovaal. Ja. Of ovaal, sorry. Ja, rond ovaal. Het is maar aan welke kant je kijkt, hè. Oké, die ga ik dus weer lakken. En je ziet dat die eigenlijk ook om te schilderen heel mooi is. Omdat hij dekt eigenlijk gewoon gelijk al. Het is een onwijs mooie kleur. Hij lijkt een klein beetje op hot pink. Ik weet niet of dat goed overkomt op beeld. Ja, dat is goed te zien. Hij is echt wel, het is echt wel koraalroze, hè? Ja, en echt wel heel fel. Hij blijft ook goed van kleur. Nou, hier zou ik dus echt aan 1 laagje al wel genoeg hebben. Dus dat laat ik ook gewoon zo. Want het is een tip. En die ga ik laten uitharden onder de lamp. Nou, er zijn mensen thuis aan het gillen en aan het springen in de woonkamer. Zowel Sireta
als Wendy zijn helemaal gelukkig met hun prijs. Nou, het is natuurlijk ook een hele mooie prijs. En Milene zegt ook nog in de comments, er waren zoveel geweldige en leuke inzendingen. Het was zo leuk om van jullie allemaal te zien wat jullie allemaal doen. En welke tips nou jullie zo geweldig vonden van Milene natuurlijk. Volgens mij heb ik nog wat. We gaan natuurlijk 18 september de Autumn Leaves lanceren. Wereldwijd doen we dat. En dat doen we tijdens het kortingsweekend van Magnetic Nail Design en onze distributeurs. In heel Nederland en eigenlijk heel de wereld. 18, 19, 20 en 21 september lanceren wij de Autumn Leaves collectie tijdens het online kortingsweekend. We gaan er natuurlijk toch een beetje een feestje vieren. Jullie zijn gewend in september om naar de beurs te komen. Nou, wij brengen gewoon online de beurs naar jullie. Daarom ga ik volgende week maandag ook live met Cherise al die nieuwe producten bespreken en gaan we samen testen aan de demotafel. En natuurlijk in Nail Talk Live komt dat ook terug. Dus kortom, wil jij nou ook de Autumn Leaves collectie? Kom dan of shop ze tijdens, vanaf 18 tot en met 21 september tijdens het online kortingsweekend bij ons, onze distributeurs. Cherise, ik zie dat je er weer klaar voor bent. Ja, ik ben er klaar voor inderdaad. Nee, ik zat zo naar je te luisteren, want het is ook natuurlijk volgende week ook superleuk. Al die nieuwe producten, er zijn echt superleuke dingen, dus je moet echt kijken. Ik heb de ondergrondkleur nu volledig uitgehaald, 90 seconden onder de lamp geweest. En ik heb hier naast me de volgende kleur, café au lait. Zeg ik die goed? Café au lait. Café au lait. Café au lait. Die ga ik gebruiken om het roosje mee te schilderen. Ik ben altijd op dit potje bezig aan de zijkanten. Dat kunnen jullie ook heel goed zien hier zo. Ik ben hem altijd aan de zijkant aan het afsmeren. Omdat als ik met het penseeltje net even te verder in doop, dan heb ik vaak al veel te veel product vast. Dus heel fijn is om van het randje af te werken. Nou, ik ga een roosje maken. En ik ga eerst eens eventjes een middenkern opzoeken. Dus waar ik wil gaan beginnen. Zo, dat was heel raar. Maar het reageerde een soort van statisch. Nou, dat is hier ook statisch, hè? Ja. Al die camera's. En hij vloog er zo naartoe, ja. Even goed af, hè? Klemnails bij Char vraagt intussen, weet je iemand wanneer je het certificaat kunt verwachten? Nou, dat weet ik. Dat komt in de loop van deze week jullie kant op. Vanaf morgen beginnen we de certificaten te verzamelen en zorgen we ervoor dat we in de loop van de week die gaan verzenden. Nou, Cherise. Ja, ik ben er weer. Ja, ik ben er weer. Nou, ik ga eerst een middenkern neerzetten. Door middel van twee kommaatjes te maken. Kommaatje nummer 1. En kommaatje nummer 2. Je krijgt dan een beetje zo'n yin-yang-achtig figuurtje. Die draai ik om elkaar heen. Een beetje yin-yang, zoals je kunt zien. Ja, dit is een beetje een soort bloemetje wat altijd populair blijft, hè? Ja, ja, en onwijs leuk om te doen in een salon. Dit gaat snel, je kunt het overal toepassen in iedere kleur. Als je natuurlijk de sweeties hebt. Ik ga weer de acrylpoeder gebruiken. En het is wel leuk, ik had net zwart mat, maar deze kleur is ook echt onwijs mooi als die mat is. Even uithouden. Een paar seconden. Het is net weer even een ander effect. Lichte kleuren zijn het mooist om mat te maken met behulp van acryl. Je krijgt een heel soort mooi zacht effect. Echt zo'n fluffy effect. Het ziet er nu nog echt uit als een yin-yang. Ja, inderdaad. Je denkt van, wordt dat nog wat? Nou, ik ga vervolgens hier omheen en om de blaadjes zeg maar te verbinden, zodat ik dadelijk uiteindelijk een roosje krijg. Dus ik ga door met wat grotere vlakjes. Aan de buitenkant is heeft een bloem meestal ook wat grotere bladen, omdat die open staat. En na ieder blaadje geef ik hem even een klein schepje acrylpoeder in de lamp. Zie dat ik hier ook wat minder acrylpoeder gebruik. Dat is in principe niet zo erg, omdat het een lichte kleur is. Dus die is wat sneller eigenlijk, mooi van structuur. Elke keer als ik weer... Het is toch wat, hè, hoe je zo'n bloemetje opbouwt. Ja. Ik zie ook dat Wendy Maria nog steeds aan het stuiteren is. Nou, let op dat je niet te hard stuitert, hè. En ik zag ook nog een comment van Ellen. Hi Ellen, over jouw certificaat. Ik heb het vandaag
te druk gehad om te kijken of die, wat ermee is gebeurd. Ik zal morgen even bij je terugkomen. Ik zag dat je ook al een messengerberichtje had gestuurd. Ik zorg ervoor dat ik morgen eventjes bij je terugkom. Op die maandag staat altijd alles een beetje in het teken van de live van de avond. We moeten natuurlijk zorgen dat alles klaar staat, studio klaar staat, et cetera, et cetera. Dus morgen ben ik voor jou. Meld ik me bij je. Schies, volgende blaadje aan het doen? Ja. Je ziet dat ik de tip even om heb gedraaid en jouw klant kan dat ook, hè? Dus laat ze een beetje meewerken. Welk penseel gebruik je nu voor de roosjes? Ik gebruik weer inderdaad de Rhinestone Nail Art Brush. Rhinestone Nail Art Brush. Nail Art Die is niet alleen heel mooi, maar is ook wat zachter, hè? Ja, dus heel zacht haartje, inderdaad. Hij heeft een heel, dat moet ik erbij zeggen, hij heeft wel een heel scherp puntje. En dus ik heb eigenlijk het bovenste haartje met een pincetje heel voorzichtig dat het pad zo uitgehaald. Want dan pakt hij net die sweeties wat lekkerder op. Dan is die wel alleen voor je sweeties. Dan is die voor al het andere niet meer geschikt. Dus dat wordt een extra brush kopen dan. Oké, nou ik val bijna met mijn mond open. maar dat komt natuurlijk omdat je cherise is vrij dun. Dus als je met een lang penseel werkt, een scherp penseel, zul je merken dat die af en toe een beetje omhoog trekt. En dan heb je dus het puntje en dan net boven het puntje heb je dan je bolletje gel zitten. Dus dat is waarom cherise dat deed. Maar wat ben je nu aan het doen? Ja, nou ik heb die eerste blaadjes gesugared. Nou, dit is echt een superleuk effect als je dat zo hebt. En ik ga nog een paar blaadjes bijleggen. Ook weer niet te klein werken, hè, met het design. Nee, want inderdaad wat je net al vertelde, het printje zet een beetje uit. Hè, dus, hij wordt echt wel wat groter door de poeder of de sugar wat je er ook in plaatst. En zou je dit dan combineren met bijvoorbeeld de café au lait op de andere nagels? Ja, absoluut. Cool. Ja. Dat is wel het allermooiste. Zo. En elke keer even sugaren. Ik zou het echt blaadje voor blaadje doen, want anders kun je helemaal opnieuw gaan beginnen. Wel goed uitkijken. Je ziet dat ik hierboven een klein stukje heb meegenomen. Een stukje gel. Die dan ook in de sugar komt. Zo. Even afvegen voordat je hem uithaart. Eigenlijk overal waar je gel nog nat is, daar pakt hij natuurlijk onmiddellijk die acrylpoeder. En dan hart het uit. Dus dat kan zonde zijn voor je design. Daarom is het ook heel erg belangrijk, net als met die matte nagel net, dat je echt volledig aflakt met mat als daar bijvoorbeeld Black is Black onder zit. Zo voor je lakt Black is Black, je maakt een mat en je gaat dan die print maken en overheen sugaren. En daaronder is je Black is Black nog niet helemaal afgelakt, dan trekt die acryl gelijk in die Black is Black, omdat het een plaklaag heeft. Dus zorg wel dat de ondergrond heel glad is. Ik heb ook nog een vraag van Miranda. Blijft die poeder lang goed plakken, ook tijdens de dagelijkse werkzaamheden, handen wassen, et cetera? Blijft dat nou echt goed of valt het er op een gegeven moment vanaf? Nee, het valt er echt niet vanaf. Het is echt één geworden eigenlijk met die sweeties. Het is wel zo dat als je eigenlijk natuurlijk lekker elke dag met een body lotion insmeert en je lekker vette spullen in je haren smeert en heel de dag je handen aan het insmeren bent en het verzorgen bent, nagelriemolie gebruikt, ja, dan gaat hij op een gegeven moment wel een beetje verzadigen van olie. Maar ja, daar doe je niks aan. Ja, dat is gewoon een kwestie van dan niet te veel doen. Ik zie een aantal mensen met een vraag over certificaten. Misschien dat ze of een certificaat niet hebben gekregen of zich afvragen wanneer het komt. Ik zou jullie allemaal, als je in zo'n situatie zit, adviseren om even een mailtje te sturen naar info@nailtalklife.com. Dus hetzelfde e-mailadres waar je foto's naartoe hebt gestuurd. info@nailtalklife.com. Daar zullen mijn collega's in de gatenhouding kunnen nakijken welke er allemaal zijn gemaakt. Wanneer ze zijn verstuurd, die kunnen dat er voor je nakijken. Op dit moment kan ik dat niet vanuit hier nakijken. Ik heb daar echt de database voor nodig. Dus stuur dan een mailtje naar info@nailtalklife.com, want dan weet je zeker dat je ook meteen de persoon bereikt die de certificaten maakt en verstuurt. Cerise. Ja, ik ben hem even aan het afmaken nu met de laatste blaadjes, randjes. En dan hebben we dit design gehad. Nou, Sandra van Egmond raakt helemaal geïnspireerd. Zegt, ik zie een zwart matte ondergrond met een roosje in sweetie zwart insprayen met red gold glitter. Heel tof, ja. En als je inderdaad ook zwart Cerisa Sweeties gebruikt, moet je echt heel goed opletten met wat voor glitterspray je daarop aanbrengt. Want je krijgt echt die ondertonen dan te zien, hè, als je zwart gebruikt. Dus inderdaad, die red gold lijkt wit, lijkt mooi een lichte glitter met een goud effect. Maar die wordt dan echt goud, omdat er zwart onder zit. En zowel Elvisa
als Wendy Maria zeggen dat ze dit bloemetje van jou hebben geleerd en dat ze er echt zoveel aan hebben gehad. Ja, dat zegt iedereen altijd. En nog steeds is ze daar helemaal verliefd op, zegt Elvisa. Leuk. Ja, ik snap het. Ja, dat Roosje zegt ook, ik heb een klantje die zegt ook altijd, dat is echt jouw handelsmerk. Als ik het even niet meer weet, dan zet ik gewoon een Roosje neer. Ik zie dat er een aantal mensen zijn die hebben een aantal keer gemaild aan info@neiltalklive.com. Check even dat het e-mailadres echt is info@neiltalklive.com. Niet .nl, niet iets anders dan info@neiltalklive.com. Mocht je nou toch in dubio zijn, kun je ook altijd een mailtje sturen naar info@magneticnaildesign.com. Want dan weten we in ieder geval zeker, dan moet het op een van de twee plekken in ieder geval goed komen. Dus info@neiltalklive.com. Jij bent alweer doorgeschoten, hè? Ja, ja, ik heb alvast. Oh. Ik heb alvast het volgende tipje gelakt. Terwijl dat andere tipje in de lamp ligt. Want ik wil jullie nog wat meer dingetjes laten zien. En ik wil ook niet dat het allemaal te lang duurt, natuurlijk. Dus ik heb alvast het volgende tipje voorbereid. Dit tipje is klaar. En ik heb hier nu dus een heel leuk mat design op gemaakt. Ja, en inderdaad, die andere kleur erbij, die café au lait, die erbij op die andere nagels. En dan heb je een heel leuk bijpassende set, een bijpassende nagel. Ik ga het hier dus andersom doen bij de volgende. Ik ga dus de café au lait, ik ben elke keer bang dat ik het verkeerd zeg, de café au lait, die ga ik op de ondergrond doen. En daar overheen ga ik met een strawberry jam een printje maken, ook een roosje, maar deze keer ga ik er wat anders mee doen. Dus ik ga het volgende product gebruiken. Strawberry jam. Gemma vraagt, wat vraag je voor dit soort art in de salon? Wat adviseer jij daarin, Cherise? Nou, met zulke soort dingen zeg ik altijd, ik geloof dat dat voor iedereen een beetje verschillend is. Je moet eerst eens eventjes bepalen wat jouw uurloon is. Dus wat je uiteindelijk per uur dus krijgt voor je setje. En daarna zou ik gaan kijken naar, oké, hoe lang heeft dit roosje me dan gekost om te maken? En ik vind dat dat toch wel minimaal de prijs moet zijn die je er dan voor gaat vragen. Ik vind het zelf heel moeilijk, want ik vind het leuk om designtjes te maken, om vervolgens een mooie foto te maken en daar vervolgens weer een cursus in te geven. Dus voor mij werkt dat heel anders. Maar ik denk dat je, als je dat een beetje vlot kan, je vanaf €5 tot €7,50 per twee nageltjes kan vragen voor zo'n roosje in het hoekje. Zeg je nou van, ik ga bijvoorbeeld 3 of 4 roosjes maken op een wat langere nagel, kijk, dan wordt de prijs alweer heel anders. Dus ik vind dat een beetje moeilijk om daar goed antwoord op te geven. Dus kijk wat voor tijd je erin hebt gestoken. En daarna moet je ook je product nog een beetje berekenen. Ik gebruik in principe heel weinig van dit product. Dus dat is prima. Stel je voor, als ik nou de opals gebruik, dan is dat weer een stukje duurder. Kost het me niet zoveel tijd, maar kost mijn product weer wat meer geld. Dus dat moet je voor jezelf eens gaan berekenen, bedenken. Ja, ik zie dat intussen Wendy ook al zegt dat we morgen helemaal gaan nakijken van de certificaten. Weet je wat af en toe best lastig is, en dat zou ik jullie graag als tip willen meegeven. Zorg ervoor dat als je je nagels, je foto's instuurt, zijn er een aantal dingen die belangrijk zijn. Zorg ervoor dat je ze naar het juiste e-mailadres stuurt, info@neiltalklive.com, dat heb ik nu al een paar keer gezegd. Zorg er ook voor dat je adresgegevens in die e-mail ook zijn vermeld. Want soms komen er eerst foto's zonder adresgegevens of eerst adresgegevens zonder foto's. En dan is het heel moeilijk om alles aan elkaar te koppelen. Dan ten derde zou ik ook nog willen vragen, als jouw Facebooknaam een andere naam is dan de naam waar jij je certificaat naartoe wil gestuurd krijgen of wat op het certificaat moet komen te staan, meld dat ook even in de e-mail. Want soms denk je dat je al een certificaat hebt en dan blijkt het andersom te zijn. Of blijkt iemand zijn Facebooknaam, zoals ik iemand ken. En dan ga ik vragen van, hey, hoe zit het met dat certificaat. Blijkt dat niet de naam te zijn van degene die het heeft ingestuurd. Maar dat komt dan omdat je een Facebooknaam hebt. Of misschien een getrouwde naam, of juist niet. Maar dat weet ik natuurlijk niet en dat weet mijn collega ook niet. Dus zorg ervoor dat je alles in die e-mail duidelijk hebt, helder hebt. Want dat maakt het voor ons in ieder geval makkelijker om zo efficiënt mogelijk jullie certificaten te maken. En ook zorgen dat ze bij je komen. En je kunt natuurlijk altijd ook eventjes naar het hoofdkantoor bellen in Soesterberg en gewoon eventjes vragen naar de Neil Talk Live. In dit geval is dat Katrien of Wendy, waar je eventjes naar kunt vragen om wat meer info daarover te krijgen. Dus, maar ik wil weer terug naar Cherise, want ik kan niet wachten op welke wat ze nu gaat doen. Spannend. Nou, ik ga gewoon weer hetzelfde doen. Ik ga hetzelfde doen, alleen dan weer net op een andere manier. Dus kijk maar weer mee, de ondergrond, de sweeties aan de andere kant.
zorg dat de roosjes groot genoeg zijn. Want ik ga hem nu echt sugaren, dus laten glimmen. Eén kommaatje, je ziet dat hij ook helemaal niet zo heel netjes is. Mm-hmm. Over naar het tweede kommaatje. Dus niet te nauwkeurig een kommaatje maken, maar gewoon iets wat een beetje over elkaar heen klapt. Die kan door. En het volgende wat ik ga pakken is de glitterspray. Mermaid. En ik bedenk me nu net dat ik niks heb om eronder te leggen. En in die tussentijd loopt mijn roosje natuurlijk door. Komt goed. Ik heb nu dus wat groter. Ik ga sprayen. Multicolor glitterspray. En dit gaat in de lamp. Moet je hier nou ook bij wachten dat het wordt geabsorbeerd? Ja, een beetje wel. Kijk, het is nu natuurlijk wel zo dat als je natuurlijk een glanzend product hebt en je wilt het hele product goed mat, kijk, dan moet het natuurlijk overal gelijkmatig zijn. En dit glittertje spreken overheen, spreek ik weinig. Zit er een beetje glitter in, spreek ik heel veel, zit hij vol met glitter. Dus het let wel iets minder nauw, dat wel. Ja, ik zie dat er een vraag is. Certificaten voor de shorties. Er is een verschil tussen de maandagavond, dan hebben we live workshops. Dan nemen we ook uitgebreid de tijd. Dat duurt soms wel eens tot 11 uur. Voor die workshops, daar krijg je e-certificaten voor. Terwijl de opdrachten in Nail Talk Live, dan maak je kans op prijzen. En dan inspireer je elkaar. En het is juist om te laten zien hoe jij dat toepast. En dat is dus echt voor de prijzen. Dus dat zijn twee verschillende concepten. Dat komt ook omdat in Nail Talk Live we natuurlijk kortere demo's laten zien, terwijl in de live-uitzendingen van de maandagavond gaan we altijd helemaal diep in de materie, zodat we goed weten hoe en wat, zodat jij ook makkelijker je huiswerk kunt maken. Dus de maandagavond zijn de e-certificaten en de woensdagavond is gewoon een show vol inspiratie en ideeën. En dan natuurlijk de vrijdagavond niet vergeten voor de International Nail Talk Live version. Cherise, je hebt alweer het volgende blaadje gedaan? Ja, en ik ben hem nu aan het insprayen. Ja, de Engelse Nail Talk Live, de internationale, is ook erg leuk, hè? Ja, dat was zo gezellig om te doen. Echt genieten, ja. Het is echt interessant weer. En even uithouden natuurlijk. Ik ga hem nu gewoon blaadje voor blaadje doen, want ik ben bang dat hij dadelijk weer naar elkaar toe gaat. En dan heb ik straks echt gewoon alleen nog maar een rode vlek. Dus ik moet wat meer geduld hebben. En dan is het een paar seconden, hè? Een paar seconden in de lamp, ja, en dan is het helemaal goed. Is het eigenlijk al klaar. Ja. Afborstelen doe ik naast me, dat doe ik in de salon ook gewoon. Dus aan het einde van de dag ligt daar een hoopje glitter. Wat misschien leuk is om te melden is dat we in de Nail Talk International Show we ook andere demo's laten zien. En het doel van die demo's is om een discussie tussen mij, Jessica en de trainers te krijgen. Om met elkaar van gedachten te wisselen over specifieke onderwerpen. Zoals dat aanstaande vrijdag abstract designs. Best lastig. Zeker als je, ik vind dat altijd lastig, abstract designs. Maar jij bent heerlijk met je roosje bezig. Je moet wel een beetje in het midden blijven. Ik zag het. Ik zie toch elke keer die statische, hij trekt hem helemaal, dat zien jullie vast op beeld wel, hè? Hij trekt hem helemaal naar boven toe. Heel bijzonder. Helemaal niet erg, maar ik maak dat wel even schoon voordat ik dadelijk mijn sugar erop leg. En ik gebruik daarvoor even mijn correctiestift. Dit is gewoon aceton eigenlijk, maar het werkt ook prima met gel lak. Dus even schoonmaken. Voordat ik mijn sugar eroverheen spray. Sugar noem ik het, is natuurlijk gewoon glitterspray. Uitharden. Chrisje Maas vraagt, is er ergens een overzicht te vinden van de verschillende workshops op de verschillende locaties? Nou, je kunt natuurlijk altijd even naar de website gaan, magneticnaildesign.com. En dan vind je in ieder geval het cursusoverzicht in Kaatsheuvel, in Weert of in Soesterberg. Maar je kunt ook bijvoorbeeld in het geval van Cherisa even naar MF Academy gaan, www.mfacademy.nl. En daar vind je het overzicht van de cursussen die Cherisa geeft. Vanaf volgende week zorg ik ervoor dat we in iedere Nail Talk Live Show op woensdag een overzicht hebben van de verschillende technieken en bij wie en waar je die technieken kunt leren. Dus dat is een hele goeie van jou. Ja, het zit door het hele land onderhand, hè, die Nail Talk Live crew. Zo, ik ga de laatste blaadjes er tegenaan leggen. Het is zelfs de hele wereld, hè? Dat wou ik net zeggen, inderdaad. Wat zeg ik nou? Ja, het is overal te vinden, dus als je op vakantie gaat.
Maril die vraagt, waarom lak je met de sweeties en niet met een gel polish met top? Dus je zou ook een hele set kunnen lakken met sweeties. Ja Maril, dat kan. Sweeties is gewoon een topgel zonder plaklaag die al een ingebouwde topgel heeft. Dus daar kun je gewoon een set nagels mee lakken. Cherise vindt het wel fijn om toch nog een topgel eroverheen te zetten, omdat je hem dan mooi glad kunt laten trekken. Maar je kunt die kleuren gewoon volledig lakken. En juist in dit geval is dat mooi. Want dan kun je dat dus combineren, dat je de kleur van de andere nagels gebruikt in je design. In dit geval het roosje op de koraalroze kleur. Hoe ver ben je, Cherise? Ja, ik ben klaar nu. Het zijn de laatste blaadjes. Ik heb inderdaad ook, wat jij zegt, Pepijn, voor de ondergronden ook echte sweeties gebruikt om te laten zien van, hé, daar kan je ook gewoon de ondergronden dus mee maken. Je kunt dat gewoon lakken. Ook bij je klanten. Hij is bijna leeg. Was een hele populaire, die multicolor. Oké, nu is die klaar. En dan ga ik voor volledige uitharding. Dus zeg maar even 90 seconden onder de twin light. En 2 minuten UV. En ik zie dat er een paar mensen zijn die inderdaad geen adres hebben meegestuurd. Dus stuur nog even een mailtje en leg gewoon even uit wat er aan de hand is. En dan kunnen we dat misschien nog wel voor je fixen. Ik denk het eigenlijk wel. Maar we moeten dat wel even weten. Daarom is het belangrijk dat we weten wie je bent, wat je adresgegevens zijn en de foto's allemaal in één e-mail, omdat dat is te archiveren en dan is het ook goed en makkelijk na te zoeken. Anders is het een enorm gezoek en ja, dat is vervelend natuurlijk voor jou, maar dat is ook lastig voor ons. Dus naam, gegevens en je foto's. En als je naam anders is dan je Facebook-profiel, noem dan ook even je Facebook-profielnaam, want dan kunnen we zeker weten dat we iedereen hebben kunnen afvinken. Laten we even voor het eindresultaat bij Cherise gaan kijken, want ik denk dat dat wel echt heel erg leuk is om te zien nu, hè Cherise? Ja, het is heel erg leuk geworden. Je kunt natuurlijk de glitterspray gebruiken waar je zelf zin in hebt. Ik vond deze wel heel erg leuk, omdat er ook wat kleurtjes in de multicolor zitten, waardoor het echt een heel zoete uitstraling krijgt. Het glittert je alle kanten uit. Glittert je tegemoet. Dus dit is hem geworden. En ik zal jullie ook nog even wat resultaten laten zien in verschillende, op wel dezelfde kleuren, maar ook weer dezelfde kleur winnen. Dat is het eerste printje. De tweede is met acryl. De derde de sugar of de glitterspray. En de laatste is echt de sugar look. En die ga ik jullie straks laten zien. Lijkt altijd een klein glittertje in te zitten. Ja, heel cool. Heel cool. Cherise, ik heb nog even een paar vragen, zie ik. Als je nou de sweeties gebruikt, vraagt Ellen, als ondergrond, dan neem ik aan dat je eerst een base aanbrengt. En dan hoef je ze niet te topcoaten. En in lijn daarvan vraagt Corina, kunnen sweeties ook op de natuurlijke nagels zonder versteviging van een kunstproduct? Dus bijvoorbeeld op een ondergrond van bijvoorbeeld base en top. Ja, dan heb je eigenlijk gelijk twee vragen die ik in één keer wel kan beantwoorden. Het is belangrijk, een Cerisa Sweetie is best wel een wat hardere collagel. En het lijkt me niet handig om daar alleen maar base en top op te zetten of hem rechtstreeks op de nagel te plaatsen. Dus ik zou daar minimaal toch een building base of een rubber base of een fibercoat onder zetten. Voordat je dit gaat plaatsen, want anders heb je echt kans dat de stukjes af gaan breken. Behalve op je teennageltjes, dan kun je hem zo gelijk opzetten. Wat ik niet zou doen, want het is niet goed, dan trekt de kleur misschien ook in je nageltje. Dus daar moet alleen voor de vorm eventjes een laagje base en top onder. Maar, en that's it eigenlijk. Nou, je noemde hem al de rubber base. Zoals jullie kunnen zien heb ik ook een keycord om. En ik heb mijn rubberen bandje, winning the race with rubber base. Ik heb deze rubberbeesten samen met Cherise gemaakt. Volgende week gaan we daar uitgebreid een hele avond over praten. Maar voor nu even de commercial Winning the Race with Rubberbees. We'll be right back.
Ja, Rubber Base, echt een van mijn favoriete producten, ook van jou, Cherise. We hebben ze alle twee ook op de nagels. Het blijft supergoed hechten. Nou, is er best veel vraag over wat is nou het verschil tussen Building Base, Rubber Base en Fibercoat? Volgende week maandag, dus dat is de 21ste, ga ik samen met Cherise aan de demotafel zitten en gaan we je laten zien echt wat de verschillen zijn, wanneer je wat het beste kunt gebruiken en hoe dat nou precies zit. Ik ga daar ook nog een post van maken voor op Facebook als je nog een keertje wil nalezen. Maar in ieder geval, daar gaan we de hele avond over praten. Maar we hebben nog veel meer te bespreken volgende week. Want we gaan alle nieuwe producten langs. En heb jij nou technische vragen of productvragen, schrijf ze alvast op. En zorg ervoor dat je volgende week erbij bent. Want ja, Cherise en ik ga je daar natuurlijk over vertellen. Dit pre-marketing materiaal, dat kun je nu al krijgen als je een order plaatst in de webshop bij ons of bij een van onze distributeurs. En dan hebben we ook deze flyer met alle ins en outs over de Rubber Base. Wanneer gebruik je het? Frequently asked questions. Waar moet je aan denken? En hoe gebruik je het nou perfect? Staat hier allemaal in. En deze zitten ook bij de pakketten en de zendingen deze week. Dus daar worden in principe al je vragen wel beantwoord. Ik leg hem even daar neer, want anders ligt hij de hele tijd in beeld. En dan ga ik ermee spelen. En dat is natuurlijk niet de bedoeling. Cherise, wat ga je nu doen? Nou, ik heb even een tipje gelakt in Erotic Decency. Want de volgende stap, het volgende wat we gaan doen, is een French maken, schilderen. We hebben natuurlijk al die mooie tin French gezien. En een beetje een klassieke French geschilderd. Maar ik wil graag jullie laten zien hoe je een deep French kunt maken. En wat voor penselen ik daar bijvoorbeeld heel prettig voor vind om dat te maken. En we gaan ook daarvoor natuurlijk de sweeties gebruiken. Ja, ik word gecorrigeerd. Ik ben natuurlijk volgende week is het de 14e, niet de 21ste. De 21ste ga ik live met Mirjam Zwart op maandag en gaan we leuke easy nail art maken. De 14e, sorry, soms loopt het door elkaar heen, ga ik met Cherise praten over de nieuwe producten. En er zit inderdaad een beetje een mannelijke touch aan deze commercial, maar ja, het is natuurlijk ook dat racen en dat rubber van die racewagen die het zo cool maakt. Cherise? Ja, ik hou het ook niet meer bij hoor, die datums. Mijn wekker gaat gewoon en er staat gewoon magnetic. Oké, dan rijd ik deze kant op en dan zie ik wel wat we gaan doen. Ik heb hier de ondergrond dus Erotic Decency en daarop zet ik de Extreme Mat. Die hard ik uit. En daarop ga ik schilderen met de sweeties. Als door die matte ondergrond blijft mijn gel echt net wat beter op zijn plek liggen. Dan blijft het soort van kleven alsof het een soort krijtbord is. Dus daarvoor zet ik die matte ondergrond eronder. Vind ik prettig. Terwijl die even uithardt, of tenminste terwijl die aan het uitharden is, krijg ik de vragen, kun je de rubberbases pre-orderen? Ik heb ze niet gevonden in de webshop, zegt Nails and Lashes by Samuel. Dat klopt, want de rubberbases, net als de Autumn Leaves, worden pas gelanceerd wereldwijd op 18 september. Tijdens ons kortingsweekend van 18, 19, 20 en 21 september. En het is het online kortingsweekend, niet alleen bij Magnetic Nail Design, maar ook bij onze distributeurs in Nederland en buiten Nederland. 18, 19, 20 en 21 september worden deze producten gelanceerd. Dus voor die tijd zijn ze er nog niet. Ja, er zijn wel een paar mensen die hebben ze gekregen om mee te spelen. Maar goed, de lancering is 18 september. En ik zag ook nog een vraagje langsom van Danielle van Papenveld. Mogen inzendingen voor de uitzendingen ook op showtips of collepops gemaakt worden? Ja, dat mag. Maar vaak verduidelijken we dat in de uitzending zelf. Dus geven we aan of het op een model moet worden gedaan of op een collepop. Dus altijd even goed opletten. Goed opletten, hè? En luisteren naar de juf. Nou, ik heb hier dus de ondergrond en ik ga een French maken. Ik gebruik daarvoor Pepijn's Choice. Nou, dit is natuurlijk ook weer onwijs leuk om te doen op een korte nagel. Als je bijvoorbeeld straks je rubberbees in huis hebt en je wil daar een mooi setje mee gaan maken. Kies dan bijvoorbeeld een koel camouflage of een warm camouflage, zodat je een dekkende ondergrond hebt. Dan hoef je hem niet te lakken met een gellak, zoals ik nu heb gedaan. En daarna Pepijn's Choice penseel. Je legt een randje op de ondergrond, gewoon recht aan de zijkant. Door de nagel te draaien wordt het je iets makkelijker gemaakt. Maar Pepijn's Choice is een heel lang penseel, dus het is relatief makkelijk om een rechte lijn te maken. Dit is de eerste lijn. Stel je voor dat je nou bijvoorbeeld deze dikte wil, dus wat hoger, zou ik toch wel mijn eerste lijn een beetje laag houden. Want je hebt heel vaak de neiging om, als je hem straks helemaal mooi gelijkmatig gaat maken, dat je product een beetje naar boven kruipt, beetje bij beetje. Dus ik ga daar alvast rekening mee houden. Nu naar de zijkant van de nagel. En daar zet ik een, kijk of ik goed in beeld ben, ja.
En dan zet ik een rechte streep neer, een beetje schuin naar voren. En je ziet, met Pepijn's Choice is dat heel makkelijk. Het gaat snel, zodat dat hoekje dun blijft. Daarna doe ik hetzelfde aan de andere kant. Kijk wel ongeveer op welke hoogte het eerste lijntje zit. En daarna leg ik mijn penseel eigenlijk plat op de nagel. En daar heb ik eigenlijk mijn lijn al. Dus dat gaat onwijs snel. Hoekjes gelijk maken. Dat kun je nu op je gemak doen. En ja, dit duurt ook bij je klant lang. Tenminste lang. Daar moet je gewoon even de tijd voor nemen. Moet je even de tijd voor nemen, ja. Het is niet iets wat je even snel maakt. Oké, ik ga weer verder met mijn rhinestone brush. En daarmee ga ik de hoekjes rondmaken. En doe dat beetje bij beetje. Niet te veel in één keer. Dan heb je kans dat je hem verpest. En je ziet hier al dat die frentjes al wat hoger gaat kruipen. Mooi strak maken. En de andere kant precies hetzelfde. Je ziet wel dat ik weinig op tipjes werk. Dan denk ik, hoe moet ik aan de andere kant komen? Rondmaken. Nou, aan de voorkant bekijken. En dan kun je zo langzaam bij beetje kun je zorgen dat hij gelijkmatig wordt. Danielle Ubing zegt, zo heb ik hem ook geleerd van je. Echt een super techniek zo. Dus die is al heel blij dat je dat laat zien. Anja Verrek, jij zegt, Pepijn Choice doet bij mij nooit wat hij bij jullie doet. Nou, ja, daar kan ik niks aan doen, ben ik bang. Ook al is Pepijn Choice. Moet je niet de bibbers hebben, zegt Henneke Lieverink. Nee, dat is nou hoewel. Ik heb altijd de bibber. Ik wou net zeggen, jij zet toch ook wel een aardig lijntje. Ja, ik hou van bibberen. Nou, die French komt al beetje bij beetje een mooie model. En dit is echt een kwestie van geduld. Je zou in Rusland, wordt het best wel vaak gedaan, dus dan wordt de French ook nog steeds gewoon geschilderd op een set. En dat is zo geweldig mooi. Dat lijkt dan net gewoon of die reverse gezet is, zo strak. Het is echt heel knap. Ik geloof dat het een kwestie van oefenen is. Als je iets vaak doet, dan word je er gewoon beter in. Fleur Herman zegt, gelukkig dat de hoekjes rond worden. Ja, dat effent een beetje uit, hè. Zo kunnen we een beetje corrigeren af en toe een beetje. En soms wordt hij ietsjes dieper dan de bedoeling was. Ja. En als reactie op Pepijn's Choice zegt Wendy, ja, Pepijn is altijd eigenwijs. Dat valt best mee. Hè, valt echt mee. Jij bent totaal niet eigenwijs. Ja. Ik hoor iemand ervan schrikken of zo. Nou, ik ga hem nu wel even loslaten, want Cerise kan nog wel een uurtje doorgaan. Ik pak daarna mijn detailer 3. Dus er is penseel nummer 3. En daarmee kleur ik eigenlijk het laatste beetje in. Dat hij dan mooi glad is en dat gaat gewoon sneller. Ik kleur hem in. En hoe leuk is het als je nageltje mat is. En dan dit leuk gesugard. Ik ga de Red Gold Glitter Spray gebruiken. Als ik hem open krijg dan, ja. Leg hem er even onder. Echt heel leuk, dat effect zo. Ja, is heel tof. Vooral met deze kleur. Dit staat onwijs mooi bij de kleur van het nagelbedje dan. En ook als je een koel of een warme camouflage gebruikt. Even onder de lamp houden en dan gaat het wit weg. Zodat jullie het beter kunnen zien. Je kunt er toch wel echt heel erg veel mee, hè, met die Cerise S4. Ja, zeker weten. Bedoel, je hebt nu al een French manicure gedaan. Je hebt al nail art roosjes gedaan. Je hebt een reptielenprint gedaan. Glanzend, maar ook mat. Dus het is echt wel heel divers. En het zijn allemaal hele draagbare dingen, Cerise. Ja, klopt ook inderdaad. Dit is echt iets wat je gewoon, ja, wat je dus eigenlijk gewoon vanaf morgen gewoon kan gaan doen. Dat, ja, daar ben ik echt onwijs gek op. En ik vind het dan wel leuk om een product te gebruiken wat net even dan anders is. Zoals dit. Nou, ik ben benieuwd hoe het eruit ziet. Jullie ook? Je bent hem aan het afspoelen. Ik zie het vanuit mijn ooghoek. Dit is hem. Echt heel leuk. Cool. En dat blijft dus ook goed zitten, Cerise? Dit blijft goed zitten, ja. Het blijft absoluut goed zitten. Het is wel zo, en eerlijk is eerlijk, je kan het natuurlijk in iedere kleur maken. Maar het is wel zo dat als je een witte French hebt en je hebt hem gesugard, zal die wel snel vuil zijn. Dus dit is iets, zou ik zeggen, voor een bruidje. Of iemand die lekker op vakantie gaat, maar niet keihard moet werken. Het wordt iets minder, dus de korrel wordt naarmate dragen iets minder ruw, ja, maar niet minder mooi. Ja, leuk. Ja, ik hoor al in mijn oor, het is een echt winters design dit. Ja. En ik moet zeggen, een van mijn favoriete nagel, die van Cerise ever,
Dat is de babyboom, de Elman babyboom, met de gesugarde Shirisa Sweeties White Lunula, de witte maantje. Dat is absoluut mijn favoriete nagel. Ik kom nog een keertje bij Shirisa om die op mijn nagels te laten zetten. Moet ik wel een beetje lengte kunnen hebben. Kijk hoor, ik ga voor jullie naar de volgende. En ik had een heel leuk design. Oh, ik heb een hele goede vraag. Even voordat ik hem kwijtraak. Kun je met de ombre tool, met het air en een air nails masking en de sweeties ook een French maken? Ja. Ja? En dan doe je dat zo ombre, tamponeren zeg maar? Ja, ja. Zelfs wat je met de liner gel doet. Ja. Hele goede vraag. Dat kan gewoon. Zeker. Dan zou ik hem wel, als ik eerlijk moet zijn, zou ik hem dan wel eerst op die manier aanbrengen. Uitharden. Even overtrekken en daarin sugaren. Want je wil wel dat er genoeg product zit, want anders blijf je sugar ook niet zo goed zitten. Dus dan heb je in ieder geval wel al die lijn van die French. Dus ja, dat is een hele goeie, dat kan zeker. En Henneke Doeland vraagt, ik heb alle liner gels van Magnetic. Wat is het verschil met de sweeties? Cherise? Ja, dat is een heel groot verschil. De liner gel is echt een soort van, hoe moet ik dat zeggen? Een inktpasta bijna. Ja, het is meer een pasta inderdaad. Het is heel ruw en het is echt perfect voor hele dunne lijnen. Dat kun je met de sweeties niet echt maken. Want de sweeties zijn wat meer, lobbig. Die doen een beetje dit. Dat doet die liner gel natuurlijk niet. Die blijft echt heel strak staan. Dus dat is echt wel een heel groot verschil. En de liner gel heeft natuurlijk een plaklaag. Hè? En die hebben de sweeties ook niet. Dus dat is ook wel een groot verschil. Shirisa Sweeties geeft wat meer volume aan het design. Juist. Heeft dus geen plaklaag. Liner gel werk je natuurlijk veel platter mee, veel vlakker, is echt voor tekenen. Linda mengt deze wel bijvoorbeeld heel graag met elkaar. Liner gel met een beetje Shirisa Sweetie. De zwart met Shirisa Sweeties Licorice, de zwarte, of de wit met de witte. En zo kun je dan een beetje de viscositeit of de dikte van je collagel beïnvloeden. Maar het is dus wel, je gebruikt het op andere momenten. Volgens mij, en je hoeft er inderdaad geen top gel dan overheen te doen. Je gaat nu weer iets anders maken, hè, Cerise? Ja, ik had net een heel leuk design, ik had tenminste gisteren een heel leuk design bedacht. Met een witte ondergrond, die ga ik dadelijk wel laten zien aan jullie. Maar dat is hier in de studio niet zo mooi, omdat wit wordt is heel vaak overbelicht. Dus die laat ik even voor wat het is. En ik ga nu gewoon weer een witte Shirisa Sweetie gebruiken. Maar ik ga jullie laten zien hoe ik de verschillende technieken, zeg maar, van wat ik heb laten zien. Of de verschillende foefjes, zeg maar. Ga ik op één nagel zetten. Dus zo krijg je allerlei verschillende structuren. Met één en dezelfde lak, met de Shirisa Sweeties. Dus ja, ik vind dat heel erg leuk om te zien. Zo kun je bijvoorbeeld één nageltje in een set maken. Nou, natuurlijk zit Shirisa altijd in Nail Talk Live. En aanstaande woensdag hebben we weer een hele leuke show voor jullie in petto. Woensdag om 8:00 is Michelle Taribuka mijn gast van Salon Santori. En de mensen die tijdens corona onze lives hebben gevolgd, kennen Michelle van haar prachtige 3D-nagels, hele lange pinnagels met heel veel design-elementen daarin. Echt beeldschoon gemaakt. Michelle laat aanstaande woensdag aan ons zien hoe je een Dali geïnspireerd design maakt, legt uit waar de inspiratie vandaan komt en gaat daarover met mij en Jessica in gesprek. Jessica laat natuurlijk ook een leuke art zien. Mirjam Zwart laat een hele snelle, simpele, maar kick-ass nagel zien. En Shirisa laat je deze nagel zien. Een prachtige Elmond met inlay en glass en shell sheets, geloof ik. Ja. Echt een beeldschone nagel weer. Dus ja, dat heb je aanstaande woensdag. Staat dat voor jou klaar? En hebben we natuurlijk ook nog twee prijswinnaars. Dus kijk ook woensdag mee. Nou, Cherise, volgens mij zit jij er weer klaar voor. Ja, bijna. Ik ben er bijna klaar voor. Ik heb twee laagjes negligé nude gelakt. Vind ik een hele leuke kleur. Het is eigenlijk een beetje de kleur van de sweetie die ik dadelijk, of die ik eigenlijk officieel had willen gebruiken. Maar ik ga hem nu dus andersom doen. Dus deze. Daar zet ik wel even een laagje top overheen. En dat is een glanzende. Dus ik gebruik daarvoor de Supreme Finish. En ik schud hem goed voordat ik hem gebruik. Dat is echt belangrijk. Zo. Je zult straks met het design zien wat ik al had gemaakt met wit. Wat ik bedoel met het overbelichten. Het is heel jammer. Ik zal er wel een leuke foto van proberen te maken. Zodat je hem toch kan zien nog. Zo, hard ik even uit. En daarna ga ik door. En ik ga door met witte Shirisa Sweeties. En die ga ik even kijken hoor. Laten glimmen. Sugaren. Dus ik ga nu, die had ik nog niet laten zien. Maar die ga ik nu zien. Sugar looks. En glanzend. De
Dus ik ga hem op drie verschillende manieren ga ik de witte Syriza Sweeties terug laten komen. Allemaal op één nagel? Ja. Alle drie de technieken? Ja. Oké, okay. Jeetje. En dit kan ook op een klein nageltje. Wel het goede penseel. Oké, okay, allereerst begin ik met wat Pepijn altijd zo mooi vindt. De lunula. Ja, dat is echt. Ik vind dat echt altijd heel mooi op een set. Het is jammer als het uitgroeit, want ja, je krijgt dan natuurlijk een soort witte plek midden op je nagel. Een soort Leconigia avant la lettre. Dat verstond ik even niet. Zo'n witte plek midden op je nagel. Oh, oké. Okay. Oh, ja, inderdaad. Zo, je hebt de Latijnse benaming echt ook gewoon. Henneke zegt, hey, Supreme Finish, schudden. Ik schud de matten, maar deze nooit. Nou, Henneke, dat zou ik wel echt doen, want dat blauwfilter, dat moet zich vermengen in je flesje. Sowieso is het verstandig alle gels in een flesje regelmatig te schudden, zodat alle ingrediënten zich weer mooi vermengen. Als je dat niet doet, kan je bijvoorbeeld hebben dat de Supreme Finish een beetje vlekkerig wordt, dat die minder goed glanst of sneller dof wordt. Maar dat geldt ook bijvoorbeeld bij een base en top. Dus altijd je flesjes schudden. En ik word gecorrigeerd. Michelle Taibuka is natuurlijk van Salon Santari. En niet Santori. Maar ja, soms gaat het allemaal door elkaar in mijn hoofd. Zo. Ik ga weer even wit op de ondergrond leggen. Ja. En ik gebruik eerst de Red Gold Glitter Spray. Die hebben jullie zo juist ook gezien. Sugar ik in. Plop. En even uitharden. Zo. Alles zit inmiddels onder. Nou, het is nog altijd minder erg dan toen ik tijdens de live show aan het veilen was. En al dat stof kwijt moest. En ik even niet zo goed wist waar ik naartoe moest. Oh. Dat was toch al een stofwolk. Maar was wel heel leuk. Een stofwolk. Zo, even afborstelen naast de tafel. En ik ga door met de witte Syriza Sweeties. En ik laat een randje roze. Deze laat ik ook glanzend. Dat kun je ook gewoon in het mini maken natuurlijk. En daar doe ik verder niks mee. Hij moet alleen wel recht. En wonderbaarlijk genoeg zit ik er niet met mijn hoofd voor. Nee, het is echt cool. Tweede lijntje. Even uitharden. Ik krijg een mail of een berichtje van Wendy Maria. Ik heb toch altijd stof in mijn keel, ondanks afzuiging en mondkapje. Hoe kan dit nou? Ja, dat weet ik eigenlijk ook niet zo goed. Dat kan ik vanaf een afstand niet zeggen. Zorg je er wel voor dat aan de zijkant je mondkapje goed aansluit, dat er niet zo'n opening zit. Sommige mensen draaien die lusjes om, zodat die strakker zit rondom de oren. En dan krijg je hier zo'n opening aan de zijkant. En daar kan natuurlijk gewoon stof doorheen. Als je mondkapje opzet, aanknijpen bij je neus, handen hier houden en inademen, zodat die vacuüm trekt. En dan kun je controleren of er geen stof doorheen komt. Dat is in ieder geval een tip die ik voor je heb. En ik zag ook nog een vraag over, ja, waarom geen topvraag, Dini? Nou, Dini, als je bij dit design, wat zo gesugerd is, een top gebruikt, dan wordt die weer helemaal glad. En dan wordt die eigenlijk, heb je dat gesugerde effect, is dan weg. Sowieso is er geen topgel nodig over Syriza Sweeties, want het leuke is juist dat ze geen plaklaag hebben. En daarom kun je er zo goed in sugeren, want dan wordt het niet zo'n plakkerige gel daaronder. Het wordt gewoon helemaal uitgehard. Je bent een leuk design elementje aan het maken? Ja, ik ben er nog een klein bolletje aan het zetten. En daar ga ik de sugar look in gebruiken. Dus dit is de coarse, dus de grove sugar. Ik leg een beetje neer. Ik laat hem even liggen, sorry, in beeld. Ik laat hem even liggen. Dan haal ik hem eraf en nu gaat hij onder de lamp. Ik hoop dat jullie de verschillende effecten kunnen zien met wit. Ik ga hem jullie straks met het roze laten zien en dan zul je dat misschien wat beter in zien. Maar ik maak hem eerst even af.
Maril, jij hebt nog een vraag. Ik heb gemerkt dat de laatste gel polishes zoals de Bloody Mary en Mace Choice geen plaklaag hebben. Is dat met een reden? Nou, de plaklaag van de gel polishes varieert altijd een beetje. Dat ligt aan de compositie, aan de chemische compositie van het product. Het heeft niet helemaal geen plaklaag, maar sommige hebben wat meer plaklaag dan de andere. En dat ligt er ook aan hoe lang je hem in een lamp doet en welke lamp je mee uithardt. Dus dat varieert, maar heeft geen invloed verder. Oké, ik ga door met het laatste lijntje. Die leg ik daar weer omheen. Ik volg gewoon eigenlijk het patroontje van het design. Je kan hiermee natuurlijk van alles maken, hè. Maar ik ben altijd gek op die verschillende structuren binnen een kleur of binnen een product. Want dan is het bijvoorbeeld al gelukt. Ja, dat is echt heel leuk. Je ziet zo mooi die verschillende effecten. Ja. Henneke zegt, ik zou bloednerveus worden als ze zo vlak op mijn handen zouden kijken. Ja, het is wel heel dichtbij kijken op de camera. En ik heb hem al een stukje uit laten zoomen. Maar ook dat went. Ja, dat heb je als je les geeft. Dan wordt er sowieso op je handen gekeken. Ja. Ik vond het altijd wel gezellig als mensen om me heen staan. Ik ook. Oh, heerlijk. Ik vind het helemaal niet erg. Nu met corona is het altijd dan wel iets een beetje veranderd. Maar... Zo, het laatste stukje. Welke kleur is deze gel polish kleur, Syriza? Negligé nude. Negligé nude is de kleur, weet niet, Maria. Negligé nude. Zo, beetje sugar en dan gaat terug in de lamp. Zo. Wil je nog een paar hartjes zien, Pepijn? Een paar hartjes. Natuurlijk wil ik hartjes zien. Leuk, hè? Ik ben gek op hartjes. Ik vind het helemaal leuk, hartjes. Dan ga ik dadelijk nog wat meer van de sugar vertellen. Ik zie dat Wendy Maria Achenaar, die werkt met de Power Vent. Daar legt ze een babydoekje op, om stof op te vangen. En dus toch heb je af en toe nog een beetje stof wat je in je mond krijgt. Waar je ook voor moet opletten, is dat je niet te dicht op je werk gaat zitten, hè, tijdens het veilen. Want nou, dat was wel heel dicht, nu zien jullie hem kaartrekje, maar in ieder geval, want ik heb zelf de neiging heel dicht op mijn nagels te zitten als ik aan het werk ben. En ja, dan moet je natuurlijk helemaal zorgen dat het mondkapje naadloos aansluit bij je neus en hier aan de zijkanten, anders heb je natuurlijk pech, dan adem je het alsnog een beetje in. En dan naar iedere klant gewoon dat doekje weggooien, dan is het in principe goed. Series. Ja, ik heb hier het eindresultaat en ik ga daar eventjes toch de witte bij leggen. Even kijken, oh leuk. Zie je, het is heel erg jammer, want ik krijg toch niet die structuren zo goed langs elkaar. Zal ik misschien even, ik kom er even bij om hem even iets donkerder te zetten. Misschien dat helpt. Moet ik wel de juiste kant op gaan? Oeh, nou is het nacht. Ja, maar dat is wel beter. Kijk, vaak is dat met wit even net wat makkelijker. Toch vind ik hem in de roze leuker, ja. En zo heb je dan verschillende structuren. Sugar, glans en glitterspray. Het blijft er gewoon op liggen. Je kunt het gewoon zo dragen. En de roze sweeties zijn... Even kijken welke dat is. Nou, mensen vinden het supermooi. We krijgen heel veel hartjes. Het is ook hartstikke leuk. Cotton candy is het. Cotton candy. I love cotton candy. En Lia moet altijd heel erg lachen als ik iets uitleg. Nou, ik leg het altijd met mijn volle alles uit wat ik kan doen. Als ik het heb over de bolling van de nagel, heb ik het of over de bolling of over de bolling van de nagel. Maar dat is iets anders. Series. Nou, laten we het daar maar niet over hebben. Oh, Benny Maria zegt, die witte is heel erg gaaf. Leuk, hè? Nou, we hebben nu wat verschillende spulletjes gebruikt. Ik heb jullie ook net eventjes de sugar laten zien. Nou, die sugar geeft wel een heel bijzonder effect. Je kunt dat in principe over iedere kleur heen gooien. Ik zeg altijd gooien, dan zegt Pepijn altijd gooien. Ja, strooien of gooien. En dat krijgt dan echt een echt suikereffect. Dus ik heb voor jullie een designtje met wat hartjes erin. En ja, dat is wel heel erg leuk. Dus die ga ik ook even maken. Daarvoor ga ik lakken met cotton candy. De Syriza Sweeties Cotton Candy. Hij is in het echt iets roze volgens mij dan op beeld. Maar het kan ook aan dit beeldscherm liggen wat ik hier heb. Die ga ik dus weer lakken met een gelpenseel. Hele mooie kleur. Echt heel nude.
2 laagjes voordat ik mijn designtje ga maken. Zo. Niet te hard drukken op je penseeltje, want dan... als je te hard op je penseeltje drukt, dan druk je eigenlijk de gel weer weg. We zijn natuurlijk heel erg gewend om met een kwastje te werken uit het flesje. En dat is natuurlijk veel zachter dan een penseel. Dus je moet echt zweven, hè, over je nagel. Even uithouden. Ja, zweven over nagels is een hele goede tip. Als je inderdaad te hard drukt, dan doe je aan de zijkant strepen. Dan moet je eigenlijk wachten totdat die weer een beetje glad trekken. Maar zwevend lakken, maar zorg ervoor dat je het niet te dik aanbrengt. Want dat kan tot uithardingsproblemen leiden. Hey Cherise, natuurlijk maken jullie thuis ook dit keer weer kans op een e-certificaat naar aanleiding van deze show. Wat is jouw opdracht, Cherisa? Nou, ik hoop dat je het ermee eens bent, Pepijn. Vast wel. Ik wil van jullie graag 3 setjes zien. Dus echte setjes zoals ik ze jullie laat zien nu. Met een combinatietje van 4 nageltjes. En waarin jullie eigenlijk alle techniekjes gebruiken wat ik nu eigenlijk vandaag heb gedaan. Dus een glitterspreetje, een sugar-achtig effect. Je mag ook een grove glitter gebruiken als je dat hebt. En met acrylpoeder of misschien reinforcing powder. Het lijkt me heel erg leuk, laten we het zo zeggen, hoe meer technieken je hebt gebruikt, hoe hoger je kan scoren. Maar het moet qua kleur en alles helemaal bij elkaar passen. Wat vind jij ervan, Pepijn? Is dat haalbaar? Ik vind het helemaal leuk. Ik ben meteen aan het opschrijven. Dus Cherise, even voor mijn duidelijkheid. Het moeten 3 setjes zijn van 4 tips. Mm-hmm. Net als dat jij hebt gedaan op die witte plaatjes. Ja. Waarin je combinaties laat zien van de technieken die je vanavond hebt gebruikt. Juist. Nou, dat is wel heel leuk. Bij mij beginnen de raderen meteen te draaien. Je kunt deze inzenden tot en met zondag 20 september naar info@neiltalklife.com. Onder vermelding van je naam, je Facebook-profielnaam, je adresgegevens en de foto's natuurlijk. En dan krijg je natuurlijk je e-certificaat, dus omdat je zo leuk hebt meegedaan. Zet ook even de foto's in de groep, hè, in Neil Talk Live, want dan kunnen we allemaal meekijken wat je hebt gemaakt. En dan maak je ook nog kans op een heel bijzonder pakket. Maar dit keer gaan we het een surprise pakket maken. Het is namelijk vanavond Cherisa's Sweeties en in dat pakket zitten Cherisa's Favorites. En wat die zijn, maken we pas over 2 weken bekend. Dus 3 setjes van 4 tips waar je deze technieken op combineert. Sugaren, frosted, glitterspray, mat, glanzend, al die verschillende technieken. Stuur ze in naar info@neiltalklife.com met je naam, je profielnaam, je adresgegevens en de foto's natuurlijk. Zet ze in de groep en je moet dat doen voor 20 september, zodat wij op 21 september bekend kunnen maken wie het pakket met Cherisa's Favorites wint. Cherise? Spannend. Ja, hartstikke leuk. Gewoon lekker in gaan zenden. Laat in ieder geval op Facebook zien wat je gedaan hebt. Ga eens gewoon lekker uit je comfortzone. Je mag natuurlijk ook deze printjes gewoon gebruiken. Maakt helemaal niet uit. Maar als je natuurlijk zelf in één keer zoiets hebt van... Hé, luister, ik kan dat veel beter. Gewoon even lekker laten zien. Ik ben benieuwd. Daarover gesproken, Henneke zegt, mogen we nog even zien wat je nou bedoelt. Dus laat nog even zo'n plaatje zien met die 4 nageltjes erop. Ja, ga ik doen. En dat mag op showtips. Het mag op korte tips. Gewoon een setje van 4 tips, zoals je dat ook aan je klant zou laten zien. Het gaat er natuurlijk om hoe je dat dan combineert en hoe je die verschillende effecten kunt laten zien. En Cherisa heeft nu een van die voorbeeldjes bij zich. Hoeft natuurlijk niet op zo'n wit stukje. Het mag ook op een leuke stone of op een leuk palet. Maar zo zie je een combinatie van 4 tips met de verschillende technieken. Qua kleur moeten die 4 tips bij elkaar matchen, want je moet het zien als 1 set. En we willen 3 van deze setjes zien. Voor jouw e-certificaat en om kans te maken op Cherisa's Favorites. Nou, hartstikke leuk hoor. Ik ben echt benieuwd wat jullie gaan maken. En ik heb hier ook wat stoers gedaan, wat zoets gedaan en wat romantisch met die French. Dus ja, ik zou zeggen, bedenk eens wat. Schrijf er wat bij. En dat mag natuurlijk ook op een hand, hè, op nageltjes die je hebt gezet. Dat is natuurlijk misschien ook leuk. Voordat je doorgaat, nog eventjes Danielle. Jij vraagt, ik heb geen adres gestuurd voor het e-certificaat. Wat stom, hè? Wat nu? Nou, dan zou ik nog even snel dat erachteraan sturen. Met even je foto's er nog een keertje bij. Zodat we zeker weten dat ook iedereen gearchiveerd staat. Want ja, we hebben daar natuurlijk moeten naar een archief van maken. En dat doen we iedere show weer opnieuw. Om te zorgen dat iedereen zijn juiste certificaat krijgt. Maar nu wil ik wel eigenlijk zien hoe de hartjes gaan. Nou, het is best wel lastig altijd hartjes maken. En ik heb daar een heel klein trucje voor. Ik weet niet of het echt, of je echt denkt van, nou, zo kan ik het ook. Maar het is niet zo heel moeilijk. Ik ga wat hartjes schilderen.
En ik bekijk altijd eigenlijk eventjes eerst, hoe groot moet dat hartje worden? Van hier tot daar. Twee puntjes naar boven. Nee, nou, dan zijn we er al bijna. Hoekje om. En daar ook. En het gaat om, we gaan hem van binnen ook inkleuren. Hè? Dus als die daar niet helemaal, als het geen strakke lijnen zijn, is dat helemaal niet erg. Oh, ik zal even naar het midden gaan. Zo. En ik kleur hem in met een druppeltje van die sweeties. Als ik dat druppeltje zo al neerleg, dan kan ik die eigenlijk gewoon door de rest van het designtje heen trekken. En ja, dat trekt gewoon naar elkaar toe. Zo, ik maak hem wat gelijkmatig. En een puntje. Ja. Moet wel kloppen. Zo, en dan heb je je eerste hartje. Zo. Cute. Nu ga ik de Sugar Look gebruiken. Sugar Looks. En dit is de coarse. Dus dat betekent de wat grovere sugar. Moet hij er wel uitkomen? Ja. Ik leg hem even op zijn plek. Ik laat hem eventjes intrekken. Schud hem er dan af. Ik zei net ook al, het lijkt zelfs een kleine schittering te hebben. Alsof het sneeuw is. Dus het is wel echt een heel leuk bijzondere glitter. En hij past overal overheen. Dat is heel erg leuk. Heel even inlaten, trekken en daarna weer afborstelen voordat je naar de volgende gaat. Zo heb je echt een heel leuk, ja, fluffy hartje. Dan kun je er een paar van maken. Als ze wat kleiner zijn, zijn ze makkelijker. Wat kleinere maak ik ook iets anders. Ik zet een puntje neer, een streepje en een streepje naar die kant. En daar heb ik al bijna een hartje. Ik ga mijn rademaker zegt, ik heb geen grove sugar. Nou, als je de fijne sugar hebt, kun je die gebruiken. Maar je zou ook natuurlijk dit kunnen doen met een glitterspray, glitter, bijvoorbeeld, Lisa. Ja, hoor, zeker. Of een losse glitter en die strooi je er dan overheen. Wel even een opvangbakje dan onder zetten. Daar had ik echt even niet aan gedacht. Klein hartje is dus veel makkelijker om te maken. Sneller. Even sugaren. En in de lamp. Ik zal meteen de designtjes even bij elkaar leggen. Oh. Ja, dus daar kun je heel leuk mee spelen. Het is echt heel leuk. Dat kan ook weer echt alleen maar met sweeties, dit effect. Dat is echt heel leuk. Lief, hè? Ja, echt. Snoezig. Ja, ik zie het al helemaal voor me. Dat dan in combinatie met een French en dan die hartjes en dan Valentijnsdag. Of je gaat bijvoorbeeld trouwen. Je hebt, ja, een bruidje en dan doe je dat en dan doe je er leuk zo'n gouden piercingringetje bij. Maar die leg je er dan tussen de hartjes, alsof dat de trouwring is. Je zou ook witte duifjes kunnen maken natuurlijk en dan sugaren. Dat is ook helemaal leuk. Nou, kortom, volgens mij zijn de mogelijkheden eindeloos, hè, Cerise? Nou, ik denk dat Pepijn gewoon mee gaat doen stiekem voor dat certificaat. Ja, je kan daar echt mee doen wat je wil. Dus daarvoor ben ik ook zo benieuwd wat jullie nou precies gaan maken. Oh, ik trek mijn oortje los. Ik ben echt benieuwd wat jullie gaan maken. En misschien heb ik daar dan ook wat aan. Ja, en Tiffany, jij vraagt je af. Je mag dat ook gewoon doen met de producten die je hebt, hè? En het gaat voornamelijk om de techniek die is gebruikt. Ja, dat klopt. Dat klopt. Het gaat om de techniek. Dus het strooien van poeder in een Cerise Sweeties. Zodat we zien wat voor setjes jij maakt. Cerise. Ja. Heb je nog wat te vertellen? Oh, hoe lang moeten Cerise Sweeties in een gewone UV-lamp? Ik zou dan zeker uitgaan van, Cora, zeker van 1 minuut of 3. Want het heeft natuurlijk geen plaklaag, hè? Dus je kunt het vergelijken met Supreme Finish bijvoorbeeld. Maar je moet daar wel echt even de tijd voor nemen. Ben je iets aan het zoeken, lieverd? Ja, paper pallet. Paper pallet, zal ik het even voor je pakken? Nou, graag. Nou. Please. Ik dacht, ik heb alles, maar hè? Ik zou Cerise niet zijn als er niet het een en ander ontbreekt. Oké, okay, we gaan heel even naar de break. Tada, 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 tada.
Kan het ook gewoon een palet steen zijn? Series? Ja, dat mag ook inderdaad. Ik ga, het volgende design wat ik ga maken zijn wat lijnen. En daarvoor kijk ik, dankjewel. Dank u, dank u. Het volgende wat ik ga maken zijn wat lijnen. En ik heb de tip zelf van Linda gekregen, maar ik ga hem jullie ook weer vertellen. Je kunt je Syriza Sweeties ook mengen met de liner gel. Daardoor loopt hij een stuk minder, waardoor je dus ook strakke lijnen kan maken. Niet zo strak als wanneer je alleen de liner gel zou gebruiken. Maar die twee in combinatie geeft echt exact een fijne structuur om daarmee een lijntje te zetten. En je hebt dan ook geen plaklaag. Als je niet te veel liner gel toevoegt aan de Syriza Sweeties, blijft die precies goed. Dus dat is wat ik nu ga doen. Dat ga ik echt alleen maar doen omdat het ook een tip is om voor jezelf, om thuis te gebruiken in de salon. Dus daarvoor denk ik, moet ik jullie laten weten, want het volgende design zijn lijnen. Voordat je dat gaat, heb ik eerst nog even, Irina, jij vraagt, kun je nog één keer het huiswerk herhalen? Ja, dat kan ik. Het huiswerk is 3 setjes. Van 4 tips per setje, waarin je de getoonde technieken van vandaag laat zien aan ons. Dus 3 sets van 4 tips naast elkaar, waar je hebt gesugard, kleurencombinaties, waar je mat op glanzend of vice versa. Stuur dat in naar info@neiltalklife.com. Zorg ervoor dat je naam, je profielnaam en je adresgegevens erbij zitten. En dan krijg je je e-certificaat. Nou, nu moeten we toch echt wel kijken hoe die abstracte nagel wordt gemaakt. Heb ik trouwens al verteld dat aanstaande vrijdag in Nail Talk Live, de international version, het de hele show gaat over abstracte designs. Want soms vinden we abstract misschien een beetje mannelijk, maar het kan ook super feminien zijn. Hè, Sergies? Zeker waar. En volgens mij mag ik in die show ook nog wat vertellen. Dus ik ga sowieso kijken. Nee, het is echt heel erg leuk. Ook over, waarom is het nou moeilijk? Of waarom is het nou juist makkelijk? Of wat voor ideeën hebben jullie? En de demo's zijn weer heel anders. Want het zijn ook internationale docenten. Dus dat is echt geweldig om te kijken ook. Echt gewoon compleet anders dan de show op woensdagavond. Oké. Ik heb nu 2 kloddertjes neergelegd. Hier aan de zijkant de Sweeties. En hier heb ik de liner gel. Ik doe een klein beetje liner gel door de Sweeties heen. Klein beetje. Want ik wil nog wel die eigenschappen van die Sweeties bewaard houden. Dus ik meng dat een beetje door elkaar. En dit ga ik gebruiken om mijn lijnen te zetten. Dan blijven ze net even iets beter staan. Maar voordat ik dat ga doen, ga ik natuurlijk eerst even een kleurtje lakken. En het is ook een hele toffe kleur om jullie te laten zien. De metallic grape, ik moest even kijken. Hij heeft een beetje paarlemoer metallic glans, hè? Ja, hij is geweldig. Echt heel leuk. Dus die ga ik gebruiken. Die ga ik weer lakken. Als ik een tipje heb. Zo direct gaat Syriza ook nog een tipje van de sluier oplichten door vlak voordat we stoppen nog even 1 nieuw product te laten zien. Daar hebben we geen commercial van, maar wel iets waarvan ik zeker weet dat jij daar heel veel plezier mee kunt hebben in jouw salon. Maar dat komt zo direct na dit design. Een tipje van de sluier, een nieuw product. Ja, is echt heel erg leuk. En ook snel, makkelijk. Iedereen kan het, zeg maar. Mooi, hè? 1 laagje. Ja, er zit een heel bijzonder blauw effect doorheen. Even een tipje zo. Dus die gaan we even uitharden. Dus echt onwijs leuke kleuren ook om gewoon zo te lakken. Want het is niet een kleur die al ergens op lijkt. Dus dat geeft je ook weer wat nieuws, zeg maar, in huis als je die hebt. En je kunt er natuurlijk ook weer mooi mee schilderen, hè? Lisette vraagt, is er ook een blauwe Sweeties? Ja. En die heet... Ja... Blueberry Twist. Ja, die is wel blauw. Echt heel mooi blauw, ja. En kun je de Syriza's ook mengen met gel polish als je andere kleuren wil maken? Ja, dat kan, maar dan moet je wel goed uitkijken, want dan veranderen de eigenschappen natuurlijk weer. Hè? Dus daar moet je wel een beetje rekening mee houden. Ja, je zou misschien een heel klein druppeltje doorheen kunnen gooien. Maar ik zou wel dan dat eerst eens even gaan testen op mezelf om te weten of je de juiste mix hebt gemaakt. Dat is wel belangrijk. Stel je voor dat je erin gaat sugaren. In principe in een gel lak kun je niet sugaren. Als je daarin sugart, dan zul je zien dat alle glitters er allemaal afvallen. Inclusief de gel lak. Dus omdat het heel flexibel is. Dus eigenlijk verander je de flexibiliteit ook weer van Syriza Sweeties. Die wel nodig heeft om die glitters te kunnen dragen. Oké, nog even een laagje eroverheen.
En over dit laagje gaan we straks gewoon schilderen. Ik ga dus geen topgel gebruiken. Want zo kan het ook. Jij is echt heel tof van kleur. Maar is blauw. Even uitharden. En dan ga ik naar mijn mixje. Het volgende penseel wat ik ga gebruiken is weer Pepijn's Choice. Voor lange lijnen is dat natuurlijk echt onwijs handig. Want zoals je net hebt gezien, dat kan jij thuis ook. En Linda van der Veen vraagt, kun je de Syriza Sweeties ook mixen met pigmenten? Ja, ja, zeker weten. Ja, dat gaat zeker. Ik heb dat, dat had ik toevallig laatst. Ja. Ik heb zoiets gemaakt een keertje, dat gaan jullie nog zien. Ik moet eventjes terugdenken of jullie dat hebben gezien. Dat gaan jullie ook zien. Dat doe ik inderdaad ook wel. Je kunt bijvoorbeeld door je wit een leuk neonpigment gooien en dan krijg je een soort van mooi zacht geel. Dus het is zeker de moeite waard om dat te gaan proberen. Maar ook weer altijd met mixen en mengen uitkijken dat je niet te veel van het pigment toepast. Dan moet je echt goed vooruit kijken, ook qua uitharding en zo. Dus altijd maar een klein beetje gebruiken. Daarin even voorzichtig mee zijn. Oké, hij is uitgehard. En ik ga naar mijn mixje. En ik ga een aantal lijnen maken. Ik heb voor jullie straks een wat uitgebreidere versie. En ik zorg dat die hele haar gevuld is met gel. En daar ga ik eventjes, ja, verzinnen is wat. Beetje het midden opzoeken? Yep. Ja. Een lijn neerzetten. Zo. Nou, je kan de vakjes natuurlijk zo groot of zo klein maken als je zelf wil. Let er altijd wel op, hoe kleiner de vlakjes, hoe meer werk met inkleuren. En ik leg echt het penseel vrij plat op de nagel. Dus ik zet hem eigenlijk hier al neer en ik duw hem hier eigenlijk al in. En dan heb ik eigenlijk die lijn al bijna in één keer. Dat is over de shoulder ook heel goed te zien, dat je hem echt trekt. Ja, ik leg hem plat neer en daarna sleep ik hem er eigenlijk vanaf. En tijdens dat slepen moet je dan wel ervoor zorgen dat je wel de goede kant uitsleept. Even kijken. Of... Zo. Nu naar de andere kant. Er zit iets te weinig gel op. Dus eigenlijk stempel ik het penseel op mijn nagel. Ik trek hem weg. En nog een streepje eronder. Of erboven. Even kijken wat leuk is. Ik zet hem neer, ik duw hem plat. Ja, nu zie je echt dat hij trekt. Dan sleep ik hem mee. Ja. 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 Dan heb je echt in één keer die lijn, baf. Ja, ja. En kun je je voorstellen, dit is een grote tip. In principe is dit een vrij breed oppervlakte wat ik gebruik. En een nageltje gewoon zelf van een klant is veel kleiner. Dus dan heb je dat lijntje ook veel sneller. Kijken of die een beetje klopt. Ja, nou, ik heb hier gewoon even twee lijnen neergezet. Eens even, ja, ik blijf doorgaan. Want dit heeft totaal geen nut wat ik nu aan het doen ben, maar dat geeft niet. Het gaat erom dat het nu al leuk is, hè? Oké, ik heb hier wat vlakjes. Ik denk dat ik hem zo laat. Ja, ik laat hem gewoon zo. Fabienne vraagt, kun je nog één keer de naam van deze Syriza Sweeties noemen? Van die paarse met die mooie gloed? Grape, metallic grape. Even kijken hoor. Hij staat daarvoor. Ja. Kijk hoor, een metallic grape, ja. Dat is dus de metallic grape. Metallic vanwege die mooie glans. Ik denk trouwens dat die ook heel mooi is als je hem over zwart heen zou zetten, die metallic grape. Dat je die donkere glans een beetje eronder krijgt. Dat gaan we proberen. Ik had zo, zoals jij zegt, nog een demo gemaakt met sterren. Die was ook heel erg leuk. Maar dat, ik had dus leuk dat tipje gemaakt. En toen knipte ik de bovenkant eraf en toen, patsch, kwam het designtje los. Ik denk, heppa. Dus ik had ook geen zin om het weer opnieuw te doen. Ja. Oké, dit gaat in de lamp. Maar dan zie je inderdaad die zwarte ondergrond er nog een beetje onder. Dat is echt heel erg leuk. Dat moet je gewoon proberen. Ja. Nou, even uithouden. En het volgende wat ik ga gebruiken is de glitter spray. Welke zit daar ook metallic iets? Hoe heet die nou ook alweer? Oh, steel silver.
Dit is die glitterspray die als je hem sprayt en je moist hem en je zit daarna aan je gezicht, dit gewoon de hele dag in je gezicht blijft zitten. Dit is echt een hele platte glitter. Een soort platte korrel. Maar die glittert echt onwijs mooi. Oké. Ik ga uit het lamp halen. Even voelen. Heel even nog. En je bent nu aan het voelen of die droog is? Ja, en ik wil er zeker van zijn dat die echt volledig is uitgehard. Want ik wil niet dat die nog een klein beetje blijft plakken. Er zitten natuurlijk... Line Gel Black zit erin, Er zit natuurlijk Line Gel Black in. Die heeft natuurlijk een beetje een plaklaag, dus ik wil dat die goed uitgehard is. Zodat er zeker weten dat ik die glitter niet in blijf zitten. Want anders heb ik overal glitters. Dus hij is echt heftig. Nu kun je twee dingen doen. Je kunt verder gaan met de zwarte Syriza Sweeties of de witte. Als je de witte gebruikt, zal je eindresultaat een beetje lichter worden. En als je de zwarte gebruikt, wordt die automatisch ook wat donkerder. Dus wordt wat meer staal dan. Een beetje staaleffect. Als je ze naast elkaar legt, dan zie je dat een beetje. Maar als je ze los van elkaar zou doen, dan zou het niet opvallen. Maar het geeft een beetje effect eronder. Dus dat is een keus. Ik ga de zwarte Syriza Sweeties gebruiken. Nee, ik gebruik de witte. Slimpie. En waarom gebruik ik het wit? Omdat ik met het wit nu makkelijk kan inkleuren. Als ik met het zwart ga inkleuren, dan zie ik niet zo goed of ik helemaal binnen de lijntjes kleur. Want ik ga inkleuren die vlakjes. Dus daarom het wit, dan zie ik het beter. Even opzij. Ik krijg tussendoor een vraag van Wendy Maria. Jij zegt, ik zag dat ooit de limited edition purple with a sparkle in het assortiment zat, maar nu niet meer. Komt deze nog terug? Nou, de limited editions, die brengen we eenmalig uit. En dan, als ze op zijn, zijn ze op. Maar volgens mij zou het nog wel eens kunnen dat we die in Soesterberg nog wel een paar flesjes van hebben. Ik kan dat morgen voor je bekijken, dus ik schrijf het even op. En zo, laat ik je dat weten. Ik begin hier in te kleuren met het midden van dit vakje. Even een beetje dichterbij gaan zitten. Door de schittering van het licht zie ik het ietsje minder goed. Maar ik ga dus het vakje inkleuren. En daarbij moet ik ook zorgen dat ik nu ook mooi over dat zwart heen ga. Zodat dat daarboven ook een strakke lijn is. Je kunt hem hier nu dus mee verpesten. Eigenlijk zet ik nu twee lijnen tegen elkaar. Dus je moet hier ook voorzichtig zijn dat er zwarte lijnen overal net zo dik blijven. Zo. Bandje nummer 1. Ingekleurd. Brush wipe weer. Je gebruikt nu ook de Rhinestone Nail Art Brush, hè? Ja. Voor het inkleuren. Ja. Dat is namelijk ja. Een vraag, die beantwoord ik even van Dini. Ja, die is echt super fijn voor die sweeties. Echt, is echt een, ja, bijna een must-have gewoon. Oké, ik heb hier de glitterspray. En die ga ik hier overheen sprayen. Dan zul je zien dat er eigenlijk niet... Oh, ja. Ja, dat doet hij heel erg. Deze. Heel zachtjes indrukken en dan heb je daar geen last van. Want dan komt er gelijk al uit. Nou, die tik ik even af. Vlakje nummer 1. Even in de lamp. De ene glitterspray moet je juist wat meer pompen en de andere moet je juist wat voorzichtig indrukken. Nou, dat leer je eigenlijk bij de eerste keer dat je pompt. Dan weet je gelijk waarmee je te maken hebt eigenlijk. Word jij nou hebberig van al deze producten en heb je ook zin in de nieuwe producten van Magnetic? We hebben een speciaal online kortingsweekend en dat is op 18, 19, 20 en 21 september. 4 dagen en dat is niet alleen bij ons, Magnetic Nail Design, maar ook bij onze distributeurs in Nederland, België en ver daarbuiten. Het online kortingsweekend. Dan krijg je korting op het bestaande assortiment en worden de nieuwe producten gelanceerd. Zoals de Autumn Leaves collectie, natuurlijk de rubber bases. Maar als jij nou toevallig deze prachtige metallic purple wilt hebben, Syriza Sweeties, is dat natuurlijk het moment dat je die kunt aanschaffen. Ik ben benieuwd wat Syriza nu aan het doen is. Nou, ik ben eigenlijk gewoon de vlakjes... Oh, cool. Ja, hè? Ja, vet. Ja, ik ben de vlakjes gewoon eigenlijk aan het inkleuren. En dit is meer een beetje, ja, een beetje ja, abstract, een beetje disco. Gewoon lekker over de top glitter. Leuk talig voor met kerst. Echt onwijs toffe glitter om te hebben. Zoals je ziet, het is echt metaalachtig. Dit spreek ik weer.
zachtjes drukken. Je ziet nu, nu gaat het beter. Deze heeft gewoon wat minder druk nodig. Even aftikken onder de lamp. Voordat ik naar de laatste, het laatste bandje ga. Ja, laten we nog even kijken naar die afbeelding van dat kortingsweekend. Want ik vergeet iets helemaal te benoemen. Want ik weet niet of jullie het is opgevallen. Maar hebben jullie die prachtige nieuwe poster gezien? Met die prachtige nagels gemaakt door Jessica Padberg. Geïnspireerd door Alice in Wonderland. Met ons model Romy. Dat wordt de... Ja, mag ik het zeggen? Kan ik het zeggen? Ik ga het zeggen. Dat wordt de koffer van de nieuwe Magnetic Nail Design agenda. Die vanaf begin oktober te krijgen is. Dan is hij er. Maar ook het nieuwe posterbeeld voor in jouw salon. Gemaakt door onze eigen, enige echte eigen Jessica. Dus mooi hè? Ja, ik vind het echt prachtig. Cherise, ik vind wat jij maakt ook prachtig. Nou, ik had liever die set even zo neergezet, zo in een dagje. Wauw, echt geweldig. Dat is echt zo mooi. Nou, jij bent volgende week aan de beurt hè, Cherise? Spannend. Ja. Hard doorwerken. Heel veel zin in. Nou, ik ben hier de laatste, het laatste vlakje aan het inkleuren. En dan heb je een idee hoe je dit kunt doen. Het is natuurlijk wel heel erg basic, een paar lijntjes en dan inkleuren. Ik heb voor mijn tipjes thuis heb ik wat meer voorbereiding gedaan. Je kunt natuurlijk ook andere glitters gebruiken, hè? Ja, zeker. Dat wordt hier gevraagd, maar je moet daar gewoon een beetje mee spelen. Ja. Je kunt ook zeggen, ik sugar eentje, ik maak eentje glanzend en die andere laat ik gewoon in de kleur. Ook leuk, een beetje combineren. Oké, laatste randje. Niet te hard duwen. Zo, in de lamp. En dan ga ik jullie in de tussentijd de abstracte designtjes even laten zien. Dus de lijntjes en eigenlijk alles waar je Pepijn's Choice voor nodig hebt. Dini, jij vraagt, wil je de namen, Pepijn, wil je de namen van alle drie de penselen noemen? Ik wil ze bestellen. Dat was dus, je bedoelt Dini, die nu zijn gebruikt, zojuist door Cherisa. Dat was het Oval Gel Penseel voor het aanbrengen van de Metallic Purple, voor het aanbrengen van de kleur. Pepijn's Choice Penseel voor de lange, dunne lijnen. En vervolgens natuurlijk het Rhinestone Nail Art Brush voor het inkleuren van alles. Dat waren de drie penselen die je hebt gebruikt, hè? Ja, en ik heb de Detailer 3 nog gebruikt voor het inkleuren van de... Even zo. Voor het inkleuren van de French. Oké. Dus de bovenste is Pepijn's Choice? Ja, Pepijn's Choice voor de lange lijnen. Omdat ik dit penseel ook plat gebruik, maakt het niet zoveel uit als, als dat druppeltje Cerisa Sweeties omhoog trekt. Dat maakt niet zoveel uit, want ik leg hem plat op mijn design. Dus dat maakt, dat is gewoon goed. Daarna heb ik de Rhinestone Nail Art Brush. En die heeft een zachte haar. En is een wat voller penseel, wat dikker. En daar blijven die Sweeties ook onwijs fijn aan zitten. En dan kan ik gelijk het puntje op mijn design zetten. De Detailer 3 heb ik gebruikt. Nou, dat is gewoon goed voor alles. must have. Hier kleur ik dan wat vlakjes mee in. Dus als ik zeg maar met abstract een groot vlak heb, kan ik dat daar ook mee inschilderen. Of het inschilderen van je French. En dit penseel, de Premium Oval Brush, die gebruik ik om de Cerisa Sweeties mee te lakken. En dat is het kattentongetje, dus de oval. Dat ja, ik zie ook puntje. Dat intussen de verschillende linkjes in de comments worden gezet. Dus dan kom je direct bij die penselen terecht. Maar dan weet je in ieder geval, Dini, welke we allemaal hebben gebruikt. Nou, ik ben benieuwd wat je allemaal hebt. Zijn jullie ook zo benieuwd? Ja. Nou, hier is het abstracte gedeelte. Dat is natuurlijk hartstikke leuk. Blijft er bovenop liggen. Klanten vinden het eigenlijk dat ze zeggen, na 2 dagen zit hij het lekkerst. Want dan is hij net een klein beetje gesleten. En is hij wat zachter, maar nog steeds vol met glitter. En dan heb ik hier wat voorbeeldjes. Oh, cool, die middelste. Ja, dat is wel even een werkje natuurlijk. Ja, dat kun je allemaal maken. Ik heb hem hier gewoon gelakt, zodat je kan zien, zonder topgel, zodat je kan zien hoe mooi de kleur is. En ik heb hier verschillende lijnen over elkaar heen gelegd. Dus ik ben gewoon lijntjes gaan schilderen. Sommige heb ik gesugared, andere heb ik gewoon zo gelaten. Maar het leuke aan de laatste nagel is dat hij echt gewoon een soort van semi-3D is. Je ziet een klein beetje dat relief zie je erop zitten. Dus je voelt hem echt een beetje liggen, wat het wel echt leuk maakt. Als je dat kan zien vanaf de zijkant. Dus dat maakt het leuk. Het zijn niet zomaar streepjes. Dus dat was het abstracte gedeelte. Volgens mij waren dat al je tips, hè? Ja.
alle verschillende mogelijkheden met cherise en sweeties. Ik bedoel, het is bijna overweldigend, hè? Dat zijn heel veel verschillende technieken, heel veel verschillende soorten designs. En natuurlijk nog één keer het huiswerk herhalen. Maak 3 setjes van 4 tips per setje. Stuur die naar info@nailtalklife.com onder vermelding van je profielnaam, je NAW-gegevens, dus je adresgegevens en natuurlijk de foto's. Plaats die foto's ook in de Nail Talk Live groep. Degene die Cherisa uitkiest, wint dan een doosje met daarin Cherisa's favorite products. Want dat is dus een surprise en die vertel ik over 2 weken. Zorg ervoor dat je dat instuurt voor 20 september en dan maak jij daar dus kans op en natuurlijk ook op je e-certificate. Maar voordat wij ermee gaan stoppen vanavond, hebben we nog 1 nieuw product. En Cherisa gaat dat even laten zien aan ons. En dat is, ik zag het al geraden in de comments, dat is een Cat Eye Top Gel zonder plaklaag. Cherise. Yay, ik ben daar zo blij mee. En vooral dit is ook een topgel. En je kunt hem dus gewoon ook als topgel gebruiken. Nou, hoe leuk is dat? Ik zal het je laten zien. Ik heb hier een zwarte ondergrond. En nou, weet je, als eerst moeten jullie even meekomen kijken naar het flesje. Want het flesje is al echt gewoon te wauw. Kijk eens hoe tof. Hoe tof is dat? Echt geweldig. Alleen daar al voor, hè? Nou, hij is een beetje te kwaas. Ook heel erg mooi. Schudden. Heel belangrijk. Ik heb hier een zwarte tip, een zwarte Colourpop. En je kunt deze, de topgel dus over allerlei kleuren heen zetten. Je moet dus eventjes gaan bedenken wat voor jou de mooiste combinatie is. Dus gewoon op ieder lakje gewoon ook even een cat-eye variant maken. Zo denkt je klant ook gewoon dat je alle kleuren gewoon hebt. Alleen dan ook nog de cat-eye varianten. Hij hoeft alleen maar topgel te gebruiken. Op zwart vind ik hem ook sowieso heel erg leuk. Nou, deze tip is al zwart, dus dat komt goed uit. En ik ga de gel eerst lakken. Zo is die eigenlijk ook al heel mooi. Dus dat is het leuke van Cat Eye. Dat je hem gewoon ook zo als lak kunt gebruiken. Dus gewoon, dan heb je gewoon een hele mooie zilveren lak. Een hele mooie glans. Ja, absoluut. Ja, dat is gewoon geweldig nu al. En dan kun je met je magneet een beetje spelen. Dus deze magneet heeft natuurlijk de rechterzijde en ook een ronde zijde. Je kunt ook 2 magneten tegen elkaar aangebruiken. Sowieso is er de eerste versie van een cat eye, is natuurlijk gewoon de streep recht naar voren trekken. Daar is die. Je ziet ook dat als ik hem nou met rust laat, dat hij langzaam bij beetje weer uitzakt. Ja. Wordt een soort sterrenhemel. En zo kun je dus bekijken wat je mooi vindt. Wil ik hem gewoon helemaal strak? Dat was de verkeerde kant van de magneet. Strak. Of wacht je even, nog even wachten, nog even wachten. En dan loopt hij langzaam uit. Als je denkt bij jezelf, nou, ik vind het niet, helemaal niet zo leuk trouwens, ik ga het opnieuw doen. Maak gewoon je kwastje even schoon van je cat eye. Je hoeft nu niet nog extra cat eye te pakken. Gewoon even schoonmaken. En in principe trek ik nu de pigmenten weer door elkaar. Dus er is gewoon weer een schoon kwastje. En nu ga ik de ronde kant gebruiken. Aan 1 kant. En aan de andere kant. En je kunt spelen en een design ontwikkelen. Wat je zo tof vindt. Een beetje spelen. Jezus, hè, dat beweegt echt alle kanten op. Ja. Het is echt fantastisch. Dus ik zou zeggen, ja, probeer het uit. Het is echt heel erg leuk. Ik ga hem even uithouden. Ja. Je zou bijna 2 pigmenten. Ja, cool. En aan. Hij moet heel snel onder de lamp. Ik vind wel dat deze cat eyes echt een zware metaaldeeltje zitten erin. Dus het is lakken. De klant mag het niet inspecteren. Die moet gewoon gelijk tsk onder de lamp. En dan, is het, dan doet het goed. Ja, en hij kan, er wordt op gereageerd. Deze kan inderdaad over iedere kleur. Het is natuurlijk wel zilver, dus het is een beetje grijzig. Dus ik zou, persoonlijk vind ik dat niet zo mooi op bijvoorbeeld een witte kleur. Maar misschien vind jij dat juist wel heel erg mooi. Maar het is dus een beetje grijs, een beetje cool. Dus op de donkere, koele kleur is hij heel mooi. Maar je kunt hem ook bijvoorbeeld op blauw, op paars is het heel erg vet. Maar je kunt hem ook gewoon over een babyboom zetten. Maar dan heb je dus een beetje die grijze deeltjes zichtbaar. Nou, volgens mij is hij uitgehard, hè? En hij heeft geen plaklaag. Nee, hij heeft geen plaklaag. Hij is dus klaar. En wat Pepijn vergeet te zeggen, hij kan ook met mat. Oh, laat zien. Oh, daar ben ik wel heel benieuwd naar nu. Yep. Dus dit is gewoon al klaar. Ja, ik word al helemaal opgewonden. Ik hoor mat, ik denk jee. Ja.
En het is echt... Of een transparant kleurtje, zegt nu Amber. Ja, dat kan ook inderdaad. Oh, dat is vet leuk. Ja, dat kan ook. Een glas gelpoos. Zullen we er gewoon nog even eentje doen? Wacht. Ik ga hem eerst eens even mat maken en daarna zal ik een glas eroverheen zetten. Nou, sowieso vind ik mat altijd heel tof met cat eye. Dat geeft echt een heel mooie... Ja, dat heb ik van jou geleerd. Ja, dat is echt geweldig. Ja, het is haast een gemiste kans als je het niet zou uitproberen. Dus ik probeer altijd alles uit hoe het er mat uitziet. En dat betekent niet dat het zomaar mat moet blijven. Maar je kunt dat heel erg leuk gebruiken op de ondergrond. En daar overheen met sweeties een mooi roosje maken. Glanzend. Dan heb je glanzend op mat. Het is echt heel leuk. Ik ga er nog even één maken. Pink of yellow, welke wil je hebben? Maakt niet uit. Doe maar yellow. Yellow? Ja, cool. Ik lak dus weer. Oh. Hier komt de lieftallige assistente. Dank u. Ja, dankjewel. Wat zei mevrouw tegen mij? Oké, ik lak hem weer af. En dan ga ik deze met een rechte streep maken. Hoe langer de nagel, hoe meer speelruimte je ook hebt, hè? Zet hem erop en je moet hem gelijk wegtrekken. Ik vind dat ook wel leuk. Wordt bijna een beetje abstract. Kijk eens. Ik ben benieuwd. Oh! Tof, hè? Cool. Heel mooi. Je ziet het allemaal gebeuren. Het lijkt wel het maanlandschap. Het lijkt wel maansteen. Ja, het is heel mooi. Jakkie, wat leuk. Ja, en dat mat kan dus gewoon ook over de glanzende toplaag. Ja, dat kan. Ja hoor, kan gewoon. Als je het een beetje eng vindt, kun je ook met een white block een beetje opruwen. Maar doe ze maar gewoon overheen. Komt allemaal goed. En Annelies zegt, je zegt zware metaaldeeltjes. Nu heb ik een gekke vraag. Kan het in de MRI? Nou, het is niet zwaar. Nee. Het zit alleen vrij veel in. Ja. En daarom heeft hij vrij snel reactie. Dus ik verwacht dat dat geen problemen geeft. Ik zou dat wel even voor je kunnen navragen. Morgen aan onze Quality Control Manager, Marga Jansen. En zij weet het definitieve antwoord. Zet ik het morgen eventjes hier in de comments erbij. En degene die dit vroeg was natuurlijk Annelies. En op het vliegveld wordt er ook om gevraagd, maar daar reageert het niet op hoor. Ik ben benieuwd wat je nu gaat doen, Cherise. Ja, ik heb hier nu de cat eye. Ik zat vast aan het metaal. Aan de magneet. Ik heb nu de cat eye, de rechte streep erop gezet. Ik heb hem uitgehard, dan is die klaar eigenlijk om te dragen. Maar dan gaan we er met een glas gel polish overheen. En dan kun je een superleuk effect geven. Nou, nu vind ik eigenlijk ook nog dat je een ombre moet doen, hoor. Ja, ik zat er ook wel aan te denken, maar ik denk, moet hij weer opstaan? Welke kleur wil je? Ik sta de hele tijd. Doe maar, even kijken, blauw en rood. Nou, ik had ze al in mijn hand, ik dacht al. Oh, mooi. Cyaanblauw? Ja. Anders is die te donker, dankjewel. Thank you. En dan maken wij er een eind aan, hoor, want het is al na 10:00. En volgende week kunnen we gewoon door, hè, Cerise? Ja, inderdaad. Dat wou ik net zeggen, want dit is al helemaal leuk natuurlijk, hè? En als jullie dan meekijken en ook eens gewoon eventjes goede tips omhoog gooien, dat je denkt van, hé, dat of dat kun je er ook mee doen. Gewoon zeggen, hoor. Zo, ik lak het even. En ook deze Cat Eye Top Gel is verkrijgbaar en wordt gelanceerd tijdens het online kortingsweekend van 18 tot en met 21 september in Soesterberg, maar ook bij onze distributeurs natuurlijk. De Cat Eye Top Gel vanaf 18 september wordt deze gelanceerd. Nou, je gaat hem nu weer even kijken met mijn magneet. Zo, ik ga weer een cirkeltje maken of een swirl. Gelijk in de lamp. En jullie worden al helemaal creatief thuis. Ja, je kunt er natuurlijk op stempelen, je kunt er natuurlijk designs mee maken. Je kunt er echt hele vette leuke dingen mee maken. En ik denk dat jullie daar allemaal een poppetje, en dan heb je Nightmare Before Christmas. Nou, hoe leuk is dat? Stempelen, nou, ondergrond en dan dus ook nog een ombre. Ombre. Ik lak deze eerst even af. Lak je die nou glanzend of mat af? Ja, dat doe ik ook glanzend. En dan dat doe is wel die, vet hoor. Ja, ik vind het heel mooi. Even op dit topshot. Glanzend. Nou, tof hè? Helemaal toffie. Wowie de bouwie, zoals May altijd zegt. Super. Echt heel leuk. En hier komt een ombre op. Ja, die glass gel polishes, hè.
Echt. Ja, geweldig. Echt, je kunt het zo gek niet bedenken of je kunt het maken met Basil. Maar ik ben niet zo interessant, die ombre is interessant. Laten we kijken. Nou, ze staan bij mij ook altijd open, die glass gel polishes. Ik ga eerst de bovenkant een beetje inlakken. Ja, en het is natuurlijk rood. Maar ja, dat is natuurlijk gewoon hartstikke roze. Zo. Het heeft ook wel wat weg van die stormy nail, hè? Ja. Stormy weather. Is toch ook tof ook, hè? En nu ga ik over op geel. Ik leg een nail wipeje naast meneer. Sorry, blauw. Ik leg een nail wipeje naast meneer. Zo is het ook leuk, hè? Ja, leuk, hè? Ja. Maar ik vind alles leuk. Het werd al eerder gezegd, ik word er helemaal hebberig van. Nou, dat... Ja, dat begrijp ik. Dat gevoel ken ik. Nou, ik ook, hoor. Hebben. Ook mooi in het blauw, kijk eens. Ja. Zo, ik maak mijn kwastje een klein beetje droger. Ja, nu trek ik het roze mee. Nou, we hebben weer een heel nieuw doel voor de Through the Looking Glass. Ja, echt, hè. Ja, op die cat eye gewoon. Oh, Lisette komt met een goed idee. Kunnen jullie ook eens de Seal & Protect uitleggen in een live? Ja. Oh, dan kunnen we misschien volgende week wel even meepakken. Ligt eraan hoe druk we zijn. Maar dan kunnen we het ook hebben over hechting. Inderdaad. Van de rubberbase. En dat is een goed idee van jou, Lisette. Aanstaande maandag, 8:00, pakken we Seal & Protect even mee. Ik schrijf het op. Ja, tof. Ja, leuk, want je kunt het eigenlijk... Het is best wel een vergelijkbaar product eigenlijk, hè? Zo best wel. Ja, behaalt ongeveer hetzelfde. Net even anders. Net een andere doelgroep. Ja. Seal & Protect. En ook een op zichzelf staande behandeling. Ja, juist, daarom. Je gaat nog eventjes de ombre herbeen. Ja, want ik krijg hem natuurlijk niet... dat moet natuurlijk helemaal dan perfect. Ja, natuurlijk. Maar het was al perfect. Nee. Nu is die mooi, hè? Cool. Tof, hè? Ja, vet cool. Ja, heel gaaf. Nou, hij gaat in de lamp. Als je ombre maakt met je glass gels, want dat is eigenlijk best wel makkelijk te doen, omdat die glass gels best wel snel in elkaar overlopen, zorg dan wel dat je je kwastje steeds tussendoor schoonmaakt, voordat je hem weer terug in je flesje doet. Moet je echt doen, anders maak je er een zootje van. Ja, is toch, ik wil eigenlijk, voordat we ermee stoppen, Series, kan je die laatste ook nog eventjes mat maken. Want ik ben heel zo benieuwd hoe dat eruit ziet. Tuurlijk. Ik denk dat als jij en ik volgende week alle twee aan die demotafel zitten, dat het 3:00 s'nachts wordt. Dat wordt een heel erg latertje. Ja, Pepijn, ik denk dat er wijn bij moet. Aan de wijn met Pepijn. Ja, ik ga mat maken. Volgens mij is dat heel gaaf. Dini vraagt, waar kun je glass gel polishes nog meer voor gebruiken? Oh, nou, Dini, de mogelijkheden zijn echt eindeloos. Als je naar het vorige seizoen, seizoen 6 van Nail Talk Live kijkt, zul je zien dat er in bijna iedere show wel iemand met de glass gel polishes werkt. Je kunt er designs mee maken, je kunt met wit designs maken en dan breng je de glass gel polishes daarop aan. Je kunt ze over kleur designs heen zetten, je kunt ze gebruiken als je inlaynagels maakt. Dus bij de reverse techniek kun je ze op de vrije top gebruiken, je kunt ze over andere kleuren heen zetten, je kunt ze ombre gebruiken. Nou, over een glitter heen, dan krijg je weer een ander effect. Over de cat eye top gel, je krijgt weer een ander effect. De mogelijkheden zijn werkelijk eindeloos. Ja. En even kijken, ik zag nog eventjes iets. Seal & Protect kun je toch ook gebruiken als extra hechting onder de acryl, et cetera. Dat klopt, maar meer daarover. Aanstaande maanden gaan we je helemaal uitleggen. Ook hoe die ontdekking, hoe dat is gegaan en hoe we daarmee bezig zijn gegaan. Een beetje een little glimp behind the scenes. Nou, ik ben zo benieuwd. Hoe is hij nou mat? Hoe is hij mat? Nou, ik vind hem glanzend mooier, maar het geeft wel een heel tof effect, hoor. Ja, het is echt wel heel mooi, cool. Hè? En als je daar dan weer met glans een design overheen zou zetten, kijk, strepen, tijgerstrepen. Ja, bijvoorbeeld. Of nog makkelijker, een zebra. Ja, een zebra. Bam, 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 bam. Krijgen onder die zebra dus helemaal glanzen. We gaan volgende week door, hè, Series? Zeker weten. En dan weer een stempel erop natuurlijk. Nou, lieve allemaal, het was een lange avond, het is 10:15. We hebben met een grote groep mensen zitten meekijken.
En ik zie ook nu dierenprins Amber, die tortoise nails, dus roze kwartsnagels, inderdaad ook leuk om te gebruiken. Nou, echt waar, ideeën zijn geweldig. Aanstaande woensdag gaat het in Nail Talk Live over artistieke inspiratie, het vertalen van kunst naar je nagels. Onze gast van mij, Jessica, is Michelle Taribuka. En zij laat zien hoe zij haar Dalí-nagel maakt, waar haar inspiratie vandaan komt en wat haar drijfveren zijn voor haar kunst. Natuurlijk laat Jessica ook een beeldschone nagel zien en deze is een beetje meer geïnspireerd op de tattoo-kunst. Mirjam Zwart laat zien hoe je een heel mooi, simpel, maar heel effectief design maakt. Een ster. En natuurlijk, Shiriza laat een hele mooie inleenagel zien. Met diezelfde glass gel polishes, Dini. En ook de shell sheet. Dus zie je weer een andere manier van het gebruik van de glass gel polishes. Dus dat wordt weer een hele leuke, gezellige show woensdag. Vrijdagavond in Nail Talk International. Sorry, ik ben iets enthousiast. Gaat het over abstracte designs? Wat zijn nou de moeilijkheden van abstracte designs? Hoe maak je het zelf makkelijker? Hoe kun je strakke lijnen maken? En hoe zorg je ervoor dat het toch vrouwelijk blijft? Aanstaande maandag is het dan weer de tijd aan Shiriza en mij tijdens de live om 8:00. En dan gaan wij alle twee aan de demotafel zitten. Gaan we zitten gezellig met de bomen, met jullie en met elkaar over alle mogelijkheden van onze nieuwe producten. Nou, dat is alweer heel erg veel. Dus als je er zin in hebt, kun je eigenlijk om de dag een avondje Nail Talk Live hebben met mij, onze trainers en ja, allemaal omdat we het natuurlijk geweldig vinden. Lieve Cerise, ik geef natuurlijk het woord aan jou. Dank je wel dat je hier weer was. Ja, nou, hartstikke graag gedaan. Het is altijd een feestje om hier te zijn. De avond is zo voorbij. Ik hoop dat dat voor jullie ook geldt en dat jullie met plezier hebben gekeken. Ik hoop natuurlijk ook dat jullie leuke dingen gaan maken en die in gaan zenden. Je mag me alles vragen, stuur een berichtje of doe even een tagje erbij zetten als je iets post in de groep. En dan kunnen jullie wachten op jullie mooie certificaat voor de volgende keer. Doe je best, probeer mooie combi's te maken. 3 van 4 tipjes. En ik kijk uit naar volgende week. Dan zie ik jullie weer. En stuur je huiswerk in naar info@nailtalklive.com met je profielnaam, je echte naam en je adresgegevens en de foto's plaats je ook in Nail Talk Live voor je e-certificaat en om kans te maken op een doos met daarin Shiriza's favorites. En misschien één glimpje, één tipje van de sluier. Volgens mij is die Cat Eye Top Gel wel één van jouw favorites, hè Cerise? Denk het wel, ja. Dan weet je in ieder geval dat die erin zit. Super. Ik zie jullie graag weer woensdagavond, anders vrijdagavond, anders maandagavond. Jullie zijn altijd bij me, diep van binnen. Het was weer een hele leuke avond, dankjewel voor het kijken. En als klap op de vuurpijl, onze favoriete commercial van het moment, Autumn Leaves, verkrijgbaar vanaf 18 september. Tot de volgende keer.